Welkom, dames en heren. Dankjewel dat jullie hier zijn, ten allereerste. We zijn vandaag met Geraldo Boldewijn, Rijdo de Pre en Ketia Sedo. Ja, man, dankjewel dat jullie hier zijn, ten allereerste. En ik denk dat degene met wie ik het afsloot net, Ketia, ik ga je niet te veel prijzen hier zo. We moeten je grounded houden. Maar ik denk dat het wel een Nederlandse trots wordt, toch? Ja, ik doe echt heel erg mijn best om zo hard mogelijk te gaan en zo hard mogelijk te shinen eigenlijk, ja. Ja, nou, want ik heb hier gewoon, op 15 jaar geleden was je snelste B-junior. Je was in NK 2019 brons achter Daphne, wat ik net al zei, Daphne en Samuels en nog voor Visser. Ja. En dan hier zo, NK 2020 had je zilver op de 100 meter. Zeven. Dat was zure medaille hoor. Ja, hoezo? Ja. Hoezo? Ja, weet je, kijk, ik kwam daar en ik had eigenlijk niet zo goed gelopen in het seizoen. Dus ik kwam daar en ik dacht van oké. Ik weet niet eens wat ik kan doen. Ik stond heel laag op de ranglijst. En toen ik daar opeens heel hard gelopen. Ik had ook Nederlands record gelopen daar zo. En ik stond dan gewoon eigenlijk eerst. Ik kon eerst worden. En dan word je tweede. En het verschil was 3000ste. Dat is niks. Als je die foto finish ziet, dan... We zijn bijna op dezelfde lijn. En het is gewoon zuur, want ik kon gewoon eerst worden. Dus ik ben gewoon niet blij met die medaille. Nee, nee, echt niet? Ben je niet eens blij met die medaille? Nee, zeker niet. Ik wou het eigenlijk niet gaan ophalen. Maar ja, je kan moeilijk bij een EK je medaille niet gaan ophalen. Dus ja. Ja. Ik ben niet zo blij. Maar ik denk sowieso, als sporter kan je sowieso wel bedenken hoe het is als je eerst kan worden en je tweede wordt. Ja, tuurlijk. Ja. Tuurlijk, zo. Ja, man. Maar je hebt wel nu... het laatste EK of WK of EK. Ja, EK. Had je toen? Toen, dat was echt slecht. Mijn jaar was sowieso niet echt slecht. Ik wil niet eens praten over 2021. Nee, echt niet. Nee. Nee, het was zo slecht. Ja, weet je nu? Ze is de tweede snelste... Twee snelste tijd ooit, toch? Onder 18. In de wereld of gewoon... Voor mij de wereld, toch? Ja, ik heb op 14 jaar, 14, 15 en 16 heb ik wereldrecord staan op de 60. En ik ben nu onder 20, ben ik nu derde. En ik weet niet, ik weet eigenlijk al niet. Hou je dat in de gaten? Nee, eigenlijk niet. Alleen die world record, toch? Ja. Alleen die world, ja, die is wel belangrijk. Ja, die is wel belangrijk, ja. Ja, die is wel echt belangrijk. Echt, jezus. Ja man, dat is jouw doel ook gewoon, dat is jouw doel eigenlijk met atletiek, soort van. Want ik zag heel veel dingen dat je dan voor van, je ma die vertelde ook heel veel gewoon over het hebben van, het lol hebben erin. Ja. Is dat dan ook echt jouw doel om gewoon de lol erin te houden? Of is het van, weet je wat, ook al vind ik het niet meer zo leuk, dan wil ik gewoon goud. Ja, weet je wat het is? Ik denk dat het heel erg belangrijk is dat je die combinatie vindt van het leuk vinden. Want als je het niet leuk vindt, ga je ook niet hard trainen, ga je ook niet je uiterste eruit halen. Dus mijn grootste doel is... zo lang mogelijk leuk blijven vinden en zo ver mogelijk komen. En als zo ver mogelijk komen een bronzen medaille is, of als het een gouden medaille is, zie ik dan wel. Maar natuurlijk wil je sowieso op Olympische Spelen staan en wil je je beste geven, maar ik zou niet weten wat dat zou kunnen zijn. Want je kan niet in de toekomst kijken. Zo, ja. Filosoof, hè? Ja, nee! Nee. Ja, ik heb zoveel interviews gehad, dus mijn antwoorden zijn echt al in mijn hoofd, eigenlijk. Toch? Mediatraining. Ja, mediatraining. Echt veel mediatraining nu al. Nee, we hebben eigenlijk één keer gehad. Maar het was echt onserieus. Dus ja, we hebben niet echt mediatraining. Ik denk dat bij ons, bij atletiek, we zijn niet zo'n grote sport. Dus ik denk dat het zo belangrijk is. Nee? Nou, gewoon de mediatraining bedoel je? Ja, de mediatraining is eigenlijk niet zo belangrijk. Want je hebt zeg maar als atleet, je krijgt niet vaak interviews. Of je moet echt best wel grote dingen doen. Maar ze vinden andere mensen belangrijker. Zeg maar mensen als Daphne of als Nadine of... mensen die groot zijn, maar minder jonge mensen, die gaan ze niet zo snel interviewen, omdat ze dat gewoon interessant genoeg vinden. Dus ja, maar ja, wanneer je die gouden plak krijgt, dan komt het wel. Want dat is wel het ding van Daphne sowieso, want zij heeft gewoon gouden plakken, toch? Ja. En Nadine is gewoon heel dope, want ze doet niet hoorden. Mm-hmm. Dat heeft bijvoorbeeld sowieso niet dat ook. Die heeft ook dan, ik weet niet, hoorden krijgt heel veel aandacht of zo. Ja, omdat we eigenlijk... heel lang niet echt een goede hoordenloop hebben gehad, volgens mij. Mm. En ja, we hebben best wel goede sprinters, maar op andere onderdelen, zoals hoorden of hoog of alles soort andere dingen, domineren we niet echt. Dus we domineren meer in sprinten. Dus ik denk als we een nieuw talent hebben, zoals Zoe, dat ze dan wel echt denken van, wow, we moeten haar wel volgen. Ja. Mooi, man. Ik wil even voor jou, want jij had net een leuke story, man. Maar ik ben het, of je private school en de dingen. Ja, die high school. Dus man, ik was in DC was ik op een private school. Zeg maar een high school. En ten eerste echt een hele dope ervaring sowieso. Alleen, kijk, die high school,
het was maar een katholieke high school. Maar ja, soms leek het een beetje op een cult, man. Soms leek het echt een beetje op een cult, man. Dus je moet beseffen, dus, we begonnen onze dag, zeg maar, en elke eerste les had je, ja, was gewoon relatief natuurlijk wat je had, maar elke dag om half 10 moest je Pledge of Allegiance doen. Bro, dus dan moet je beseffen, toch? Dus zeg maar, dus er is gewoon een Amerikaanse vlag, ja, gewoon man. in het lokaal ergens. En je moet gewoon opstaan en dan zo. En daarna Pledge Allegiance to the flag. Ja. To the United States of America. Ja, in the Republic. Bro, ik ken die toy bijna helemaal in mijn hoofd. Ja, ja. Maar dat is een beetje weird, man. Ja, one nation, liberty, just for all. Zoiets, maar... soms was het een beetje scary, man. Maar ja, het is nog wel gewoon toch heel dope. Het was allemaal goed gefixt, maar dat was al een beetje sketchy hier en daar, man. Gewoon rituals en zo. Maar ja, het was wel hard. Je bent wel gewoon, soort van, het is wel gewoon normale high school, toch? Verder was het wel gewoon normale high school, of niet? Ja, ik weet niet wat... Kijk, ik heb nooit op een public high school daar gezeten, dus ik heb eigenlijk geen idee wat normaal is. Maar ik moet wel zeggen dat een private high school in Amerika, dat is wel echt andere koek, man, dan gewoon hier, zeg maar. Ja, sowieso is alles omdat die school is sowieso heeft best wel veel geld, dus heel veel dingen waren heel erg extravagant, zeg maar, toch? Dus ook die prom en zo, dat was in dat was bijna half paleis, waar je weet toch, dat soort dingen doet. En ik zat zelf bij een hostfamilie, was ik daar zo. Mm-hmm. Het is ook nog steeds een mens waar ik nog steeds heel goed contact mee heb. Gewoon, hebben we echt, weet toch, daar ingenomen. En, maar hun waren ook best wel welvarend. Dus het was echt, weet toch, van waar ik kwam, was echt een hele andere wereld, man. Dus, maar het was wel heel hard. Maar je speelde basketbal. Ja. En dan, heb je dan ook een beetje die jock lifestyle, zeg maar. Ja, het is wel waar, man. Het is wel waar. En ook sowieso als voornep, zo ben ik zelf ook. Net iets specialer, zeg maar. Dus, maar het was wel... ja, alles draait om sport daar. Gewoon steeds. Draait om sport daar. Zo. Dus weet toch wat ook van die dope eventen. Ja, toen was misschien Whiteout en zo. Dat soort dingen. Okay. Dus het is gewoon een dag waar ze dan gewoon... allemaal wit. Heel die zaal vol en zo. Dus ja, het was wel... het is gewoon hard. Maar je leeft wel een beetje die... het is wel een klein beetje waar wat in die films en zo. Ja, weet je? Het is wel een beetje. Het is hetzelfde als in die films. Ja, iedereen weet dat. Een klein beetje wel, man. Een klein beetje wel. Ja, mensen, ik weet niet wat het is, man. Maar atleten, zeg maar, gewoon basketbalteam en voetbalteam. Ja, dat was altijd een beetje het verhaal, zeg maar. Daar ging het altijd een beetje over. Ja, basketbal, voetbal. Ja. Gewoon sports, man. Maakt het heel koud daar gewoon, of? Ik heb een decent seizoen gehad. Ik moet zeggen dat het was niet mijn beste seizoen. Het ding wat voor mij een beetje veranderde is, zeg maar, hier zo in Nederland was het, zeg maar, het was gewoon basketbal. Dus ik kon gewoon spelen, ik dacht nergens aan, het was gewoon spelen, zeg maar. En als je in een natuurlijke zone zit, zeg maar, speel je altijd veel beter. Maar toen het, zeg maar, in de States kwam, om zeg maar goede offers te krijgen, je moest gewoon een bepaald x aantal punten averagen, gewoon een bepaald x aantal rebounds. Je schoolcijfers moeten goed zitten. Dus op een gegeven moment ging ik soms, zeg maar, gewoon elke keer een game in van, yo, ik moet deze game 20 pakken, zeg maar. 20 pakken, snap je? En dat werkt eigenlijk een beetje averechts, omdat je dan gewoon meer gaat focussen op je stats, want je weet toch, je wil goede offer, dan dat je gewoon aan het spelen bent. Ja. Snap je? Dus dat was een beetje de grootste difference, maar wel redelijk seizoen gehad. Herken jij dat? Dat je dat ook een beetje had van in high school, dat je op een gegeven moment was van... Je speelt voor de offers in plaats van voor de lol, of had je dat niet zo? Nee, voor mij was het een beetje anders. Heel veel van wat ik net heb gehoord komt wel overeen, weet je wel. Vanaf, behalve private school dinges. Maar je hebt toch Pledge Allegiance en al dat soort dingen. Maar qua games, hoe ik het heb ervaren is dat op high school level, dan is de game nog, zeg maar, nog steeds een beetje puur. Weet je wel, dat je gewoon echt vorm kan hebben, inderdaad, zoals je zegt, maar ik hoefde niet aan mijn stats te denken, maar kwam er gewoon veel meer bij. De sport werd een beetje meer een business, weet je wel. Gewoon zaken, je rol, je responsibilities die je hebt tijdens de game, de assignments die je moet maken, weet je wel, de studie die je ervoor moet doen en daarna, weet je, dus
al de variabelen die erbij gingen komen. Dus meer, ik had meer van dat ik in de game ging spelen en dat ik dan zeg maar de hele tijd in mijn hoofd had van ik wil geen fouten maken, want ik wil het niet op film hebben. Want de volgende gaan we film kijken en dan wordt het bekeken. En het voelt net alsof je een quiz aan het maken bent of een repetitie op school en dan de volgende dag krijg je je resultaat terug, toch? En dan, maar je weet dat je na die test, weet je dat je vraag 5 misschien fout hebt gemaakt. Mm. En dat ding blijft gewoon in je hoofd. Gewoon denken zo, oh shit man. Dus dan weet je de volgende dag, als je gaat zitten, gaat die coach kapot maken. Wat de fuck is hier gebeurd, weet je? Dat zulke pressies meer. Het is niet meer van, je hebt de fout gemaakt, oh wel. Weet je toch, laten we gewoon leuk voetbal spelen. Maar het is wel van, ah shit, er komen consequenties hierna. En dat was al in high school? High school is het meer puur. Maar weet je toch, wanneer de mate je hogere level gaat, hoger en hoger, dan begint het wel meer... Komt er meer druk erop inderdaad, ja, dat wel. Want ik zag dus, dat wist ik nooit. Maar jij was in college, had jij zo van je, weet niet zeker, het eerste jaar was, maar je had 2 jaar achter elkaar waar je gewoon je eerste 4 wedstrijden niet mocht spelen wegens gewoon dingen. Ja. En één keer hoorde ik dat gewoon, dat was het omdat je host family, soort van, gewoon tickets voor jou had betaald om terug naar Nederland te gaan. Ja. En dan, hoe is het dan voor jou om dan te beseffen, wow, gewoon puur om deze reden, mag ik gewoon 4 wedstrijden niet spelen? Ja, dat was zeker lastig. Ik bedoel, dat was mijn derde en mijn 4e jaar volgens mij, naar Boise. En het had te maken met, als een student athlete mag je geen benefits krijgen, weet je wel. Maar ja, dit was mijn hostfamilie. Ik bedoel, ze zijn zelfs een tijdje mijn legal guardians geweest, omdat ik onder 18 was en al dat soort dingen. En het was gewoon zo dat we na de laatste wedstrijd van het seizoen, had ik een mogelijkheid om gewoon naar Amsterdam te komen voor 2 weken voordat school weer begint. Maar je weet nooit wanneer je laatste wedstrijd is, omdat je in een bowlgame gaat spelen. Je weet niet in welke je terechtkomt. Dus op het moment dat ik het weet, dan laat ik het van hostfamilie weten en dan boeken hun een ticket. Gewoon zo dat het ticket niet duurder wordt en duurder. Want ik ben ook maar high school, ik heb nog niet zoveel geld, weet je. Ik wil naar huis gaan. Everything was possible. Maar ja, ik weet niet, op een of andere manier, ik weet niet hoe. NCAA heeft hun manieren, ze hebben, weet je, ze doen een investigation en zijn ze erachter gekomen. En dan moet je dat geld terugbetalen, maar dan word je geschorst, dan mag je niet spelen. Dan moet je geld terugbetalen aan een charity, terwijl je zelf geen geld hebt. Of je bent struggelen om benzine in je waggie te doen. Weet je toch, dat soort dingen. Het is echt is gek. Maar dat was wel zwaar, man. Dat was wel, die was echt lastig. Ik denk het vervelende was dat je zeg maar, je krijgt het gevoel dat je iets fout hebt gedaan, want je mag niet spelen, je bent geschorst. En je ziet het ook zeg maar terugkomen op tv of mensen praten erover. Elke keer als je iemand ziet, dan vraagt ze van, hoe voel je daarover? Yeah. Hoe denk je dat ik me voel? maar dat kan je niet zeggen tegen me. Nee. Dat was gewoon het lastige, man. Dat was niet vervelend. Wat is het verschil eigenlijk tussen college en high school? Want ik hoor dat, maar ik heb geen idee wat het verschil is. Ik denk, high school is meer zeg maar op middelbare school. En iedereen kan in principe high school sport spelen, maar dat hoeft niet te betekenen dat je gaat spelen. Weet je kan ook gewoon op de bank zitten, weet je wat dan ook. Maar op universiteitsniveau, dan moet je echt denken aan, ze noemen het geen pro's. Maar het is toch wel een selectie, weet je wel. Je kan een beurs krijgen, er wordt je school voor betaald en kan je sporten tegelijkertijd. Ja. Ik denk dat dat gewoon het grootste van is, dat je school ervoor betaald wordt. Je gaat naar, je bent een student-atleet, dus je gaat naar school om te studeren. Ja. Maar dat atleet zijnde kan voor je school betalen. Ik denk, ik weet niet of ik het zo goed heb uitgelegd. Dus dan ga je eigenlijk van high school naar college? Of ga je gewoon random ook college doen en je hebt geen high school gedaan? Nee, dat gaat moeilijk. Dat gaat moeilijk. Want het is hetzelfde net als hier, om naar universiteit te gaan, dan heb je ook een diploma nodig. Of een middelbare schooldiploma. Ja. Dus het is in principe hetzelfde, maar dan komen nog wat andere dingen bij kijken. Zoals een ACT of SAT. Dat is zeg maar bijna net als een CITO-toets of zo. Dat je je plaatst voor een school. En dat komt er nog meer bij kijken. Ja, zoiets. Komen nog GPA, een klein... SAT, die dingen. Ja, dat soort dingen, weet je wel. Maar in principe was dat het eigenlijk gewoon. Heb je zelf ook high school gedaan? Ja. Hoe ben je vanaf hier naar high school gekomen? Ja, so dat wou ik je ook vragen. Want ik was 17 jaar. Ik was met 10 andere boys van 10 Amsterdamse jongens zijn we gewoon naar Boise, Idaho afgereisd. Okay. Maar dat was omdat we al van een andere
jongen afwisten die er ook zat. Hij kwam ook uit Amsterdam. Hij heet Cedric Fabus. En het was gewoon altijd een verhaal van, oh, Cedric is in Amerika, bla, ik wist niet waar van Amerika, maar we gaan er naartoe. Mm-hmm. Okay, we zijn er naartoe gereisd en toen was het zomerkampen. En je hoort vaak van die Amerikaanse zomerkampen en dat soort dingen. Dus wij hebben gewoon één meegemaakt dat om Amerika voetbal ging. Yeah. En het was bij Boise State Universiteit toevallig. Er komen allerlei high schools op af, high school coaches. Dus gingen we gewoon een beetje minnen met mensen, mm-hmm. netwerken. Zo kwam de woord gewoon uit. Iedereen, na een tijdje, heel kort, waren mensen al bekend van, oh, dat zijn die boys van Amsterdam. Ja, weet je wel? Want we liepen samen, we waren gewoon netjes. Weet? Geen mensen groeten, we waren gewoon leuk. Het was gewoon fun. En zo ben ik mijn gastfamilie eigenlijk tegengekomen. Ah, okay. En die summer camp was alleen voor 1 week. Maar we zijn daar voor iets van 3-4 weken gebleven. Dus alles eromheen zijn we gewoon bij andere high schools gaan aankloppen. Van hé, jullie gaan zijn aan het trainen of zo. Zeg gewoon van hé, we komen uit Amsterdam. We zijn gewoon heel dol op voetbal. Mogen met jullie meetrainen? Ja, kom maar meedoen. En zo zijn we mensen gaan leren kennen. Okay, nice, dus zo ben ik in mijn house family terechtgekomen. En net als jou, die relatie die ik met ze heb, het is echt familie. Ik heb hier al zeg maar een familiecrest van ze gekregen. Oh, ja. Dat weet je wel. Ja. Zo'n dope ding, zo'n Amerikaanse ding wel. Ja. Maar het was echt dope. In hun familie, elke jongen die 16 wordt, die krijgt er één. Maar ik was daar toen ik 17, ik was 18 jaar geworden. En toen ik was afgestudeerd was met high school, had ik er één van ze gekregen. Maar ook gewoon tot de dag van vandaag, man. Ik spreek ze elke week gewoon nog steeds. En ja, man, het is echt dood. Dat is leuk. Ja. Keihard. Ja. Post families. Maar dat, ik heb heel veel goede verhalen over, maar dat was echt een gekke. Weet je, kijk, ik kom uit Amsterdam, gewoon Amsterdam Oud-Zuid. Ik ben gewoon gewend, appartement. Ik bedoel. Bro. Toch, ik kan. Mijn moeder woont nog steeds. Ja, in het huis waar ik ben opgegroeid. En als ik daar sta, ik kan gewoon, kan ik het plafond aanraken. Dus als ik bij mijn eerste keer gastfamilie daar binnenkwam, het was gewoon net een movie Dus ik doe die deur open. En voor een of andere reden, van die Amerikaanse huizen, van die grote huizen, hebben zo'n woonkamer, dat niet echt een woonkamer is of zo. Het is gewoon een zitkamer, maar niemand zit er ooit. Het ziet er gewoon mooi uit, gewoon, het zit er gewoon. Net als het Modern Family huis. Het is gewoon zomaar is het daar, maar dus ik kom daar binnen, dat de allereerste keer. Daarna ben ik ook nooit meer via die voordeur naar binnen gegaan, want iedereen komt gewoon via garage binnen. Gewoon via garage of zo. Dus, ik kom binnen, ik zie die place, ik kijk naar boven. Ik weet niet waarom, eerst wat ik deed, ik kan goed herinneren. Ik kijk naar boven, ik zie die plafond is keihoog. Ik dacht van, hé, wat voor huis is dit, man? Dit is geen huis, man. Dit is gewoon, toch? Ja. Het was super dope, man. En het was een beetje een soort van Fresh Prince in Boise, I guess. Ja, Boise, Idaho. Maar het was wel leuk. Het was echt heel leuk om mee te maken. Het was een hele andere lifestyle. Dat je ogen glisten gewoon in de groep. Ja, maar het was echt leuk, hè? Ik kan nog heel goed herinneren dat ik toen de tijd was het zeg maar Skype. Zo bleef ik in contact met mensen in Amsterdam. En MTV Cribs was toen ook best wel lit. Het was ook nog best wel gaande. Ik weet niet of jullie dat gingen kijken. Ja, natuurlijk. Ja, succes. Zo zat ik eerder met mijn laptop. Zo way back in the thousand. Heel lang. Ja, toch? Dus echt met mijn laptop zo door het huis lopen. Allemaal matties laten zien. Van, hey, check die crib waar ik in woon. Yo, dit is gek. Maar wat het leuke was, ze woonden op een neighborhood. Is een golfcourse. Dus er waren gewoon 18 holes daar. Veel mensen golven daar ook gewoon. Dus hoe ik opgehaald werd in het begin van die neighborhood, is een gated fence, gated community, dat type ding. Kwamen ze met een golfcar, kwamen ze me ophalen. Super en die golfcar heb ik die hele jaar dat ik daar was, heb ik gewoon, ik ging overal naartoe. Omdat ik wist niet, ik kom uit Damsko, ik kom uit Amsterdam. Ik denk, ik heb hier mijn golfcar. Dan heb ik ook golfcar. Ja, maar. Maar dat waren gewoon leuke dingen gewoon die ik echt in het begin, mijn eerste week, mijn eerste jaar, daar had meegemaakt. Dat was echt dope. Was echt, alles was sweet. Wow, dat is wel leuk. Na Atlanta was ik geblesseerd geraakt. En had ik mijn revalidatie in Californië gedaan. Anaheim, Californië. In de facility was Stars facility of zo. Je kan het opzoeken. Maar het is best wel veel pro-spelers trainen daar van baseball, voetbal, American voetbal bedoel ik, en basketbal en dat soort dingen. Dus was ik daar bezig met een dokter voor mijn hamstring. En kan ik nog herinneren, het was heel vroeg,
voor 7 uur sowieso. En was ik al aan het opwarmen op de bike en alles. En daarna was ik ready om behandeld te worden door je dokter. Komt hij naar me toe, zegt hij zo van, hey Geraldo, sorry, ik kom zo terug. Maar ik moet even aan Kobe werken. Bro, ik kijk hem aan, ik denk zo van, hey, toch, ga naar die man. Ga snel, doe je ding. Toch, het komt wel goed met mij. En dan ging ik even kijken, ging ik kijken wat hij ging doen. Zie ik Kobe op een court, zie ik hem gases erin. Maar ik zie iemand is nog met hem. Dus ik ben nog steeds een beetje nieuwsgierig. Ik kijk goed, ik zie het is Kanye. Ik denk van deze combo gewoon samen. Kanye. Kanye. Ik kom aan het redden, dat is zo... Dat is zo raar. Ja, man. Random story. Maar dat was echt... was gewoon... ja, ik weet niet. Maar ja, als je in Californië bent, Anaheim, in sommige plekken kom je ook gewoon de gekste mensen tegen. Ja, de combo's tegen, verwacht je niet. Maar dat was wel een leuke random story. Maar het was ook omdat het zo'n typisch Kobe story was. Toch? Maar ik was daar vroeg. Mm. Ik dacht dat ik de eerste was die door die dokter behandeld zou worden. Ja, maar Kobe was eigenlijk al klaar met zijn workout toen ik daar kwam. Dat heb ik bedoeld. Dat is... Dat was echt ziek, man. Hij is anders. Mooi. Hij is echt... Ja, maar ja, als ik daarover nadenk, ik denk hoe ik nu zelf atleet ben. Ja, ik ken niet heel veel van Kobe, want ja, ik kijk niet heel veel naar voetbal. Als ik eerlijk moet zijn, kijk ik echt niet heel veel naar sport, ook al sport zelf. Maar ik denk dat slaap zo belangrijk is en dat echt niet altijd goed is om daar al om 6 uur te zijn als je eigenlijk niet zo vroeg daar hoeft te zijn. Kijk, natuurlijk is het goed, je moet niet te lang slapen. Je moet niet slapen als je weet dat je op training moet zijn. Maar ik denk, 4 uur slapen per nacht terwijl je atleet bent, je bent topsporter, je traint elke dag urenlang. Je lichaam heeft echt die herstel nodig. Want na een aantal jaar, kijk, eerste paar jaar gaat het gewoon goed. Je denkt, ja, het is gewoon flexie, het gaat gewoon goed. Maar daar uiteindelijk, wanneer je ouder wordt, ga je denken wel van, shit, ik moest eigenlijk wel meer slapen. Want mijn lichaam denkt wel van, Sommige mensen hebben gewoon dat ding. Ja, soms kan het. Sommige mensen hebben echt gewoon, ook een vriend van me, ik snap het gewoon. Zo van, je slaapt zo weinig, maar je functioneert zo goed. Ja, sommige mensen kunnen dat echt. Kobe was één van hun ook. Ik denk het echt. Ja, ik kan het ook, man. Ook de hoeveel, zeg maar, kan je dat? Ja, ik zeg eerlijk, ik ga gewoon goed op weinig slaap eigenlijk. Want, wat is weinig? Ja, het zou net zoals vandaag. Eigenlijk kan ik het echt niet zeggen, maar... ik slaap echt weinig. Het kan soms echt zijn dat ik 5 uur slaap in de nacht en ik gewoon naar training ga. Gewoon kapot, goed train. De volgende dag slaap ik ook 5 uur. Ik kan echt een hele week. Ik kan echt heel lang achter elkaar weinig slapen en gewoon goed functioneren. Maar het is niet fijn, want je bent in de middag ben je wel gewoon moe. Maar tijdens training, ik weet niet waarom, maar ik heb zeg maar... Tijdens training, ik weet niet of zo, maar ik kan niet moe worden of zo, zeg maar. Ja. Bijvoorbeeld, die vermoeidheid die je voelt tussen training, die laat ik dan wel naar binnen. Maar als ik aan het trainen ben, dan wil ik die vermoeidheid niet ervoor zorgen dat ik niet hard kan trainen of zo. Dus het is een beetje raar, maar ik kan het een beetje uitzetten. Kijk, natuurlijk wordt iedereen moe van zijn training. Maar het kan zijn dat ik echt een uur heb geslapen en ik nog steeds goed kan functioneren op training. Omdat ik, ik ben daar, ik ben helemaal naartoe verhuisd. Ik ga niet dan... shit doen op training. Ja, weet je wat, kijk, ik ben nog in hetzelfde land gebleven, maar zij zijn helemaal naar Amerika, dus ik begrijp ook wel dat zij dan hard hun best gaan doen. Als je helemaal naar een ander land gaat, als sport, ga je wel hard je best doen, hè? Ik kan me er wel in vinden, man. Ik denk dat zeg maar, alleen, dus als ik stel, ik heb echt slecht geslapen, gewoon 4-5 uur, die ochtendtraining, dat lukt op zich wel, maar het is meer dat ik gewoon, dat ik zeg maar naast mijn trainingen, dus die tussenperiode, periode daarna, ik kan gewoon niet productief meer zijn. Ja, ik ben gewoon moe. Ik kan echt niks doen. Ik kom gewoon thuis en denk, weet je wat, laat me misschien een beetje tunes maken. Of laat me opruimen of zo. Maar nee, man. Eindig gewoon op bed. Gewoon kijk wel. Ja, misschien. TikTok. Misschien, ja, man. Zulke dingen. Misschien slapen, misschien niet. Maar dat is het enige. Maar inderdaad, tijdens trainingen. Ja. Het ligt op zich wel. Of zo. Ik gaat zo ook een twijfel. Tijdens college, zeg maar, had ik, wanneer ben je een fulltime student. Weet je wel, maar je bent ook je bent meer dan 20, 25 uur in de week bezig met sport alleen. Mm-hmm. Waarschijnlijk meer, dat zonder reis en al dat soort dingen. En je bent nog vooral mijn eerste jaar op college, weet je, je bent de eerste jaar op universiteit, je leert nieuwe mensen kennen, je bent op campus. Dus je hebt school, je hebt je sport en je hebt ook je social life. Mm. En dus als je zegt dat we af en toe gewoon dagen hadden, dat we, hoe laat, pas tegen 1:30, 2:30 naar bed gingen. En dat we hem gewoon om 5:45 met kicks en al gewoon op de lijn moesten staan voor trainen. En ik weet niet hoe ik het voor elkaar heb gekregen. Ik weet niet hoe. Maar dat gaat me sowieso niet meer in. Maar, maar dat waren tijden. Maar nee, wat ook heel goed was toen de tijd. Maar dat is wel zo. Ik bedoel, je bent wel druk. Maar toen was ik wel goed in, zeg maar, dutjes doen. Mm. Ik deed kleine dutjes. Mm. Ik deed van die powernaps. En dat moest gewoon. Want anders was het... Je bent ook op school. En ik kon niet eens naapvallen op school. Want wij werden gecontroleerd.
Weet je, of je in de les zat, of je vooraan zat, of weet je, of je dat soort dingen. Als je slaapt, is het helemaal een groot probleem. Dus dutjes waren echt belangrijk, man. Nee. Maar dat, zo kon ik er alleen doorheen komen, maar... Ja. 20 minuten verop. Maar nu? Oh, man. Ja, ik bedoel, nu, ik heb niet veel slaap nodig, maar ik heb wel veel slaap nodig om te bewegen. Om te bewegen. Ja. Ik kan wel gewoon... Ik heb nu mijn kicks opgehangen voor toch een baantje aan de desk. Ja. Bedoel, voor dat kan ik gewoon opstaan. Je kan me anytime wakker maken. Maar om gewoon te sprinten, ja, no, dan moet ik wel goed slapen en alles. Ja, anders gaat het niet lukken, man. Nee. Ja, begrijp ik ook wel. Maar ik zelf, powernaps doen echt niks voor mij. Nee. Eerlijk? Nee, man. Zeg maar, hoe iedereen zo hyped is over powernaps en zo. Als ik 20 minuten slaap, word ik nog brakker wakker. Ja, ja, nee, ik kan het niet, hoor. Powernaps, ik was de boy die, zeg maar, tijdens track meets gewoon tussendoor gewoon een powernap zou doen als het moest. Soms duurde het lang, toch? Maar ja, track meets zijn leuk. Dat is één ding. Want heel veel mensen zijn er, maar het is lang, toch? En als je niet, je toch, je events gewoon ver uit elkaar zijn. Je toch, je gaat toch gaan. Hey, ik ging gewoon chillen. En als ik chill, val ik in slaap. Is klaar. Dan val ik in slaap. Dus, Dat heb ik wel bij een soort van die 20 minuten nap. Gewoon dat, daar word ik altijd wel energieker van. Mm. Maar van, stel je van een half uur tot een uur, dan word ik wel meer bang. Die is wel fire. Yeah. Maar zeg maar gewoon even die 20 minuten. Gewoon, ook dat je niet... Je bent heel bewust, maar je bent net bijna een droom laten en denk, dan ben je nog daar zo. Dus dat is wel zo. Ja, ik had ook geleerd over slapen en waarom powernaps eigenlijk maar 20 minuten mogen zijn. Want je hebt bepaalde slaapfases of zo. En die eerste fase waarin je licht slaapt, als je dan een powernap doet, dan word je niet moe wakker. Maar als je zeg maar na een half uurtje, als je een uurtje slaapt, dan kom je in een diepe slaap. En als je dan uit die diepe slaap moet komen, dan ga je echt moe zijn. Ja. Dus je kan liever, of je moet een half uurtje powernap doen, of anderhalf uur. Je kan niet zeggen, je gaat 40 minuten doen, want dan ga je brak wakker worden. Of half uurtje 20 minuten, of anderhalf uur. Want nou, als je anderhalf uur hebt geslapen, heb je een hele cyclus. En dan ben je weer Dan ben je weer in een beetje licht slapen. Maar als je echt midden in die diep slaap gaat wakker worden, dan word je echt brak wakker. Dus daarom zijn powernaps ook maar 15 minuten of 30 minuten, want dan slaap je gewoon licht. Ja. Maar ik kan echt niet in slaap vallen in 10 minuten, hoor. Maar dat, dan denk ik, jij zou de bedoeling dat je gewoon wel rust, maar je bent net niet in slaap. Ja, ik zou niet zo snel in slaap kunnen vallen eigenlijk. Nee, ik ben echt jaloers op mensen die gaan liggen en dan gewoon in slaap vallen, terwijl ze op hun telefoon zijn. Ik zou dat sowieso nooit kunnen doen. Als ik op mijn telefoon ben. Ik zou nooit in slaap kunnen vallen eigenlijk. Nee, echt niet. Ook niet laat in de nacht, zeg maar. Nee, echt niet. Ik heb het nog nooit gehad. Nog nooit. Ik heb wel heel vaak gewoon dat je in de nacht gewoon weer toch een Netflix special kijkt en ineens... Nee, ook niet nooit. Nee, ik lach hierom, man. Ik ben diegene die gewoon bijna mijn TV breekt. Gewoon met mijn telefoon op mijn lip bos of zo. Nee, man. Ik ben gelijk knocky. Weet je wat ik ook, vooral als ik bijvoorbeeld moet vliegen. Ja. Weet je, we gingen vaak vliegen toch van game naar game en dat soort dingen. Opstijgen, dat maak ik niet eens mee. Zeg maar 90% van de tijd ik het niet eens mee, man. Maar dat is voor mij, zeg maar, veranderd. Ik kon nooit slapen op planes, maar nu, zeg maar, als soon as ik in die plane ben, mijn lichaam denkt, toch bedtijd. Ja. Serieus, reis jij altijd. Gewoon, ik ben gewoon rookie altijd. Het maakt niet uit hoe lang mijn trip is. Ik slaap altijd doorheen, man. Ja, ik time het altijd goed. Als ik weet dat ik bijvoorbeeld een vlucht heb, en het is in de ochtend, ik slaap de hele nacht gewoon niet, zodat ik gewoon de hele vlucht kan slapen. Dat doe ik meestal. Oh ja. Ik ben, omdat ik nog wat jonger ben ik niet zo heel ver naar plekken geweest en zo. Mm-hmm. Maar als we vluchten hebben die best wel lang zijn, dan probeer ik gewoon echt de hele nacht niet te slapen. En als ik het vliegtuig instap, direct, en dan word ik weer wakker. Bijvoorbeeld, ik ben vaak naar Suriname gegaan, want ik kom daar ook vandaan. En dan slaap ik gewoon de hele nacht niet. En die vlucht van Suriname is 8 uur. En ik weet één keer dat ik de hele nacht niet slapen. Ik slaap in het vliegtuig, werd ik wakker, moest nog een half uurtje. Ik had gewoon 7,5 uur geslapen in het vliegtuig. Dat is de perfecte vlucht. Ik hou wel van die films en zo, man. Ja. Ik ben wel echt een fan van dat vliegtuigbordje dat je voor je hebt. En dan heb je al die films, zeg maar. Ook nog staat er de newest releases. En dan zie je gewoon acht films die je al 2 jaar geleden in de bioscoop had gezien. Maar dan denk je van, toch leuk. Ja. Daar ben ik wel een fan van. Ik kan maar max 2 kijken, man. Ja, die tweede ben ik al niet echt meer zeg maar gefocust, man. Die eerste ga ik echt goed op, hè. Smooth. Daar moet ik andere gaan kiezen. Ik van, echt meer zin. Ik ben wel echt een fan van gewoon, die spelletjes. Ik ga gewoon die spelletjes spelen. Je hebt toch gepakt,
controle en dan doe ik zo. No. Ja, maar ik ben wel een fan van de vliegtuig experience. Yeah. Ja. Van het eten. Voor een of andere reden vind ik gewoon altijd lekker, terwijl het smerig is. Nee, ja, is echt niet lekker, man. Ik vind het altijd lekker, man. Lekker. Het is zo van, wanneer ze het brengen, denk ik wel van, ja, dat is goeie. Soms, ik zeg je nou even, soms slaap ik gewoon door die... Ik eet het gewoon omdat ik weet dat het een lang vlucht is en ik moet iets eten. Yeah. Maar hey, je hoeft me niet wakker te maken voor die chubs. Nee, ik word zelf wakker. Zeker niet, echt waar. Ik wakker. En reis je veel met Elena of met de boys reis je sowieso veel? Ja. Krijg je dan ook echt eten op in de plane? Bro. Is dan ook anders eten dan dat je gewoon op een commercial plane krijgt? Of is het wel echt beter eten? Of dat niet? Ja, misschien kan ik gewoon even delen hoe die hele... trip in elkaar zit, gewoon reizen. Sure. Het is echt dope. Mijn eerste trip, dat ik mee ging reizen, ik redshirtte, dus ik heb het hele jaar heb ik niet meegereisd met het team, maar de bowl game kwam en toen gingen we naar de Fiesta Bowl, mocht ik wel mee reizen, daar reist iedereen mee. Ten eerste, we gingen, de Fiesta Bowl was in Arizona, we vliegen naar Arizona toe. Onderweg naar airport, we samelen in de bus. Ik loop naar de bus toe en ik zie zwaailichten. En ik denk van, hé, Skoto, wat is gebeurd? Yeah. Iets geks. Mm-hmm. Politie staat daar voor ons. Ze gaan ons escorten naar het vliegveld toe. We stoppen niet voor rood licht. We gaan gewoon door. Wow. Maar als ik je zeg, Boise State, de universiteit en het vliegveld is misschien 15, 20 minuutjes rijden. er zijn weinig stoplichten, dus ik weet niet waarom ze mee waren gekomen. Maar ze komen altijd mee. Dus ze leiden ons, we hoeven niet te stoppen, niks. We gaan door. Boom. Daarna komen we uit, dan heb je zeg maar, je loopt in die vliegveld. We lopen gelijk naar die, waar je je schoenen uit moet doen en al dat soort dingen. Maar we hebben onze eigen lijn. Ja. We hebben onze eigen lijn gewoon, dus we lopen er gewoon doorheen. Daarna, elke keer wanneer je uit een bus stapt of ergens ingaat, dan heb je de mogelijkheid om zeg maar Gatorades te pakken of zeg maar powerbars of... Want we moeten hydrated blijven, we hebben ook grote jongens eten, we moeten gewoon eten, weet je wel. Dus elke keer wanneer je ergens uitstapt, dan staat er zeg maar een karaaf met Gatorades en een eten of weet je wat dan ook. Vliegtuig, zelfde ding. Dus we hebben onze eigen vliegtuig. Dus we delen niet met andere mensen. Ik heb meestal gewoon mijn eigen sport elke keer ook. Dan kom je vlak voordat je in die vliegtuig inloopt, dan heb je weer zo'n karaaf. Dus dan voel je even snel. Ik pak gelijk mijn dinges. Ik zet altijd alles in mijn tas en dan neem ik het mee naar huis. Ja. Er waren skere tijden toen, maar ik ga eerlijk zeggen. Dus we gingen gewoon je Gatorades in je tas stoppen. Terwijl je naar de wedstrijd gaat, kom je met een lichte tas. Je gaat weg van de wedstrijd. Je komt thuis met een keizware tas gewoon. Ja. Dus overal, dan vliegen we. Wanneer we uit het vliegtuig komen, dan gaan we niet meer terug in het vliegveld. Maar dan gaan we gelijk de bus in gewoon. En dan, dan hebben we weer politie-escort en dan gaan we naar het stadion toe. Dus het reizen was altijd super snel, super snel. En het was super smooth. Dus af en toe hadden we wedstrijden gespeeld. Dan waren we zo snel thuis, dat we gewoon thuis die herhaling konden kijken. Gewoon. Maar ze waren nog niet eens klaar met, ze zijn nog met die post-game interview dingen. En dan begint die game opnieuw. En dan zijn we gewoon thuis. Kijken we onze eigen wedstrijd weer opnieuw op tv. Oh, dat ding, man. Ja, het ging echt snel, man. Het was echt snel reizen. Maar dat was wel luxe. In de NFL is hetzelfde. Alleen, daar mag je ook gewoon, zeg maar, bij het vliegveld meeten. Of zo, weet je wel. Dus mannen komen gewoon met hun eigen auto's aan. Ze parkeren het gewoon naast die vliegtuig, zo wat. En dan stappen ze in. Ja, zo man. Je hebt een beetje meer vrijheid gewoon als je in de NFL zit en zo. Maar het is ook lastig hoor, want je hebt ook wel vaak boys die gewoon vliegtuig missen. Oh. En dat is ook raar man. Ik begrijp niet hoe dat kan gebeuren. Maar boys missen vliegtuigen en dan, En nooit vliegtuig gemist? Ik nooit, maar ik speel niet met dat soort dingen. Ik speel echt niet met dat soort dingen. Ik kom sowieso nooit laat. Vooral NFL. Als je dag van de wedstrijd hebt. Ik weet niet toch, wanneer ik wakker word, dan heb ik al die gevoel van het is game day of je gaat iets doen. Je moet serieus Ik heb geen andere dingen om te doen, ik weet waar ik moet zijn. Ja, ik kan niet te laat komen. Ik heb geen excuus, man. En je speelde ook met, hoe was het soort van die periode dan dat je echt van, je bent omringd met Maddie, je weet toch, Matt Ryan, Matty Ice en Julio Jones en dat soort mannen. Hoe heb je hun geobserveerd, zeg maar? Was je echt wel van... Ja. Dat was wel dope. Kijk, want ik kwam binnen als een rookie en ik had niet veel te verliezen. Ik was een receiver, dus iedereen denkt receiver, je moet ballen vangen en wat ook zo is. Maar ik was receiver daar, Julio Jones, Roddy White, Harry Douglas, Devin Hester. Devin nog ook.
Dus voor mij was het al vrij zeker dat ik daar, ik werd niet betaald om balletjes te vangen. Ik werd gewoon betaald om, je, dat ik moest gewoon een grote body zijn en ik moest mijn ding doen daarom. Maar ik had opportuniteit gekregen. Ik kreeg shots hier en daar. Dus op het moment dat ik mezelf begon te bewijzen, begon het ook zeg maar een beetje een gevoel te krijgen alsof het mijn team al was gewoon. Weet je wel, die is allemaal boys gewoon, zeg maar een beetje zoals dat. Maar je bent nog steeds voorzichtig, want je kent die guys, je hebt ze gewoon gezien op tv, je speelt games met ze. Je kan nog heel goed herinneren dat een tijd, één keer was ik in de cold top of hot top, whatever. En Matt Ryan was er ook. En toen vroeg hij me zo van, hey, hoe gaat het met die playbooks, lukt het allemaal? En toen ging hij gewoon, hey, toch van check if I was good. En ik dacht van, oh, dat is best wel dope man. Dus hey, toch, we kunnen ook zo connecten. En ik weet nog op een gegeven moment, dit was na de laatste preseason game. Gingen we ergens eten, Chandler's, zo'n steakhouse. We zo'n duur, whatever, steakhouse. Was dope. Uiteindelijk had een van de jongens ervoor gezorgd dat de quarterback met Ryan voor ons allemaal ging betalen. Gewoon voor ons allemaal ging betalen. Leuk. Ja, toch, hij betaalt voor ons. Maar ik was daar zo met nog drie, met twee andere rookie receivers. Dus eerstejaars jongens. Ik, Bernard Reedy en Freddy Martino. We zitten met z'n drietjes, zitten wel zeg maar aan het einde van de tafel en dan zie je daar al die veteranen. Boys gewoon, je toch, mannen. Je toch, zijn sterren, ze hebben buiten. Je toch, zijn lekker comfortabel. Niet aan. Wij zijn gewoon happy to be here. Je toch, thanks. Je toch, we hebben een steak gekregen. Thanks, leuk. Lekker. Maar opeens een gegeven moment met Ryan komt, loopt deze kant op. Hij loopt onze kant op. Hij zegt zo van, hey boys, dan en dan ga ik een kleine vissa gooien. Ik heb deze place helemaal uitgehuurd. Hij zegt tegen ons van, hey, you guys should come. Okay, you guys should come. Ineens zegt hij zo van, oh no, you know what? Matter of fact, if you guys don't come, I'll never ever talk to you again. Oh. Ik dacht van, echt? Nu man, je hoeft niet zo ver te gaan. Ik zou sowieso komen. Je hoeft me niet twee keer te vragen. Ik was er al. Maar dat soort dingen. Dus dat was wel dope. En ik weet nog, we zijn een paar keer uit geweest. En het was een hele andere life, want je bent in Atlanta. Atlanta kan groot zijn. Zeker. Mm-hmm. Dus we waren in een plek. We gingen weg en het was gewoon heel comfortabel. Roddy White had me toen zijn linker navigator gegeven om weer terug te gaan naar facility bijvoorbeeld. Weet je wel? Maar dat waren ook gewoon rare exchanges die we af en toe hadden. Dus het was zeg maar van, het was altijd resources. Mm-hmm. You need a ride, we have a ride. You need a car, we got a car. Yeah, you need this, het was gewoon makkelijk. Dus mijn roommate toen de tijd, Bernard Reedy, we gingen dus naar die visa van Matt Ryan. Maar weet toch, Bernard Reedy wou eerst niet gaan. Hij zei van, ik heb niks bij me. We leefden uit het hotel, gewoon uit de koffer. Mm-hmm. We hebben niet veel kleren bij. We zijn in Atlanta. Iedereen is flashy. Mm-hmm. Weet toch, we willen niet bijlopen als een bom. Whatever. En eerst wil hij zeggen van, bro. Weet toch, we zijn hier zo. En we zijn bij een mall. Weet toch, van, wat is je probleem? Mm-hmm. Hij zei, hey, let's go. We lopen gewoon. We beginnen gewoon te shoppen, man. Het was niet gepland, maar het is gewoon omdat hij kleren nodig had om over een uurtje of twee naar met Ryan sorry te gaan, hebben we gewoon even snel. Dus het was gewoon heel chill, man. Dus ze keken wel gewoon naar ons uit, zeg maar, en dat in die zin. Dus dat was super dope. Ik heb nog een paar andere verhalen, maar dat misschien voor een andere keer. Maar dat was, ik bedoel, om een sneak peek te geven, is dat zeg maar, je bent in Atlanta. Atlanta staat ook bekend voor die stripclubs die ze hebben daar. Ja. Ik bedoel. Hij was daar. Ja, het was gewoon iets leuks, weet je. Het was zeg maar zo van tijdens trainingskamp, dan kregen we veel. Ja, je krijgt veel boetes eigenlijk. Je wordt veel gefined voor allerlei domme dingen. Gewoon omdat je misschien sneest op een verkeerde moment. Heel dom. Maar gewoon kleine $20, $50 bedoel ik. Dat soort fines, weet je wel. Ik heb je grote contract. Kan je misschien $100 fine krijgen om naar de toilet te gaan. Roddy White bijvoorbeeld. Hij gaat naar het toilet toe. Coach zegt, hey, find him $100. Gewoon zomaar. Ook één keer heeft hij een contract gekregen. Hij zet het op die TV screen. Hij gaat erover. Hij zegt, mooi hè. Ja man, hij heeft een mooie contract. Our guy got paid. Iedereen geeft applaus. Toch? Hij zegt, maar nooit heeft hij een paar sneakers voor me gehaald. Nooit heeft hij dat gedaan. Hij zegt, weet je wat? Hey, find the man $10,000. Oh, hey, nooit. Hey, moet je dan betalen? Het was niet 10 of zo, maar het was wel iets ergens in de 1000 of zo. Ja, maar, dus wat het was, wat we daarmee gingen doen, we zetten het in een pot. Mm-hmm. Dus aan het einde van die trainingskamp gingen we iets leuks doen. Dus dit was dat leuke ding dat we gingen doen was, na die steakhouse verhaal wat ik had verteld, toen we terugkwamen in Atlanta. Mm-hmm. Dus nu kom ik letterlijk uit het vliegtuig. En ik sta met die twee andere boys. En toch, dit is een beetje onze laatste game. We kijken, wat gaan we doen? Die boys hebben gezegd, we gaan uit.
Maar we hebben niks. Ja, toch? Dus dat was weer zo'n geval. Ik zeg, hé, we zijn met hun. Let's go. We gaan. Oké, we gaan. We gaan in Waggies. We gaan naar Julio's Crib. Leuk en aardig. We gaan naar een stripclub toe. Op dat moment hebben we dus toch het geld wat voor ons was of whatever. Wat ze hebben gedaan is... Hoe dat geld naar je toe komt, is iets wat ik nooit ga vergeten, man. Het was zeg maar, je hebt gewoon je wasmand, je witte wasmand of even wat dan ook. Ik zeg, het waren allemaal $1, maar alles was gewoon, het was gewoon baksteen. Vacuum sealed, al dat soort dingen. Dus die eerste stapel die ik in mijn anu had, ik kan het niet in mijn hand zo vasthouden. Ik heb grote anus, maar ik kan het niet zo vasthouden. Dus ik moest het zo houden, toch? Bro, als ik zeg dat we zoveel money hadden gegooid, joh, ik dacht van, bro, je kon niks op tafel zien, je kon niks op de grond zien. Alleen maar geld. Alleen maar geld. Ja. Chicken wings gingen we eten. Die wings waren fire. Ja, dat zeggen ze altijd. Atlanta Strip Club wings bro, are the best. It's no joke, man. Die lemon pepper wings. Ja. Hey, die zijn no joke. Dus ja, ik weet niet, man. Ze hadden er gewoon voor gezorgd dat wij gewoon een leuke tijd hadden. We hadden niks hoeven te spenden. Zeiden, boy, hier is jullie buiten. Ik zei nog in het begin zo van, bro. Hij zei, gee, throw it. Ja. Yeah. Het voelde raar, toch? Ik weet niet wat ik moet doen. Ja, oké, fuck it. Maar het was leuk. Ze liet ons gewoon een leuke tijd zien. En daarna, ja, het was gewoon nice, man. Het was gewoon leuk. Dat was wel leuk om te levelen met dat soort boys. Ja, ze weten van, we hebben al dit, we hebben dit soort resources, deze boys hebben we nog niet, maar fuck it, weet toch, het was heel erg competitief, want je kan ook iemand zijn baan nemen, maar toch aan het einde van de dag waren ze wel cool mee. Mm-hmm. Maar dat heeft ook te maken met wat voor guys het waren. Mm-hmm. We wisten sowieso dat ze een baan zouden hebben. Ja, we waren niet zeker aan het, over zichzelf. Weet je, ja, dus dan is het ook makkelijker om te... Ja. Want was het nou echt zo dat ik, weet je, misschien zijn baan zou inpikken, dan zouden ze niet zo nice met me zijn geweest. Ja, weet je wel? Ja. Dus dat is gewoon real shit. Maar, want zeg maar, ik hoor nu echt alleen maar leuke verhalen, maar wat zijn de nadelen? Want ik weet nog wel, ik heb heel vaak wel aanboden gehad om naar Amerika te gaan, maar ik heb er nooit voor gekozen om te gaan, omdat ik altijd van die jaar verhalen hoorde, vooral over track and field. Maar wat zijn rare dingen die jullie hebben meegemaakt? Echt rare dingen, echt negatieve dingen. Ik denk het eerste wat gelijk bij mij opkomt is toen ik geschorst was. Ja. Weet je wel, dat soort zaken. Dat rare dingen. Ik bedoel, NCAA, als je kijkt naar hoe mensen in Amerika de sport idolizen. Mm-hmm. Weet je wel, we spelen in stadions. Mijn eerste keer dat ik in een stadion speelde waren er 84.000 mensen aanwezig. Ja. Weet je wel. Ik heb met een guy gespeeld die zo... dope was dat iedereen zijn jersey ging kopen. Dus iedereen verdient er geld van, behalve hij zelf bijvoorbeeld. Weet je wel, dat soort dingen. Dat vind ik weer lastig. Maar die regels zijn nu een beetje aan het veranderen. Dus het is meer voor, weet je, je kan ook zelf nu je buit maken, je geld maken als, van je eigen likeness. Maar ik bedoel, dat zijn wel zaken die lastig zijn, want het is een beetje hypocriet. Iedereen verdient geld eraan, maar de mensen die zelf daar zo het werk doen, die mogen echt 0% verdienen en anders ben je ook nog eens geschoord, zeg maar. Dus dat is wat ik had meegemaakt. Dat vond ik een beetje jammer. Andere slechte dingen, ik moet er even over nadenken. Er zijn sowieso wel veel dingen. Ik bedoel, hoe moet ik het uitleggen? Topsport, weet je wel? Ja, het is altijd het wel is, ja, ja, het is zeg maar de competitiveness, weet je wel? Het is niet altijd healthy, weet je wel? En ik denk ook vooral mentaal is iets wat we heel vaak vergeten. Maar het maakt je mentaal sterk, maar het heeft ook mensen mentaal een beetje gebroken. Ja, en dat zie je ook gewoon. Ja, zeker. Want zeg maar, de reden waarom ik zelf niet heb gekozen om daar naartoe te gaan... als je kijkt naar track and field athletes en... mensen uit Amerika, dan heb je soms kinderen van, eigenlijk kinderen van 16, 17. Ze lopen echt zo hard. Het is niet normaal. En dan daarna hoor je nooit meer van ze. Ja. Omdat ze overtraind worden. Ze worden helemaal kapot gemaakt. Ze worden mentaal kapot gemaakt. Fysiek kapot gemaakt. En ik zelf, ik ga dat niet doen. Want ik vind dat ik heel goed ben op Papendal. Want ik zit daar gewoon goed. Ik heb gewoon mijn goede mensen en mijn goede trainers. En dat zijn gewoon van die dingen die ik vaak hoor over Amerika. Like, kinderen worden echt overtraind. En... Ze overtrainen zichzelf ook, want het is zo moeilijk, lijkt het wel, om echt in de top te komen van Amerika. Want als ik nu bijvoorbeeld kijk naar hoe zij geselecteerd worden voor het WK. Kijk, wij als Nederland zijn een heel klein land. Het is niet moeilijk om naar zo'n toernooi te gaan. Het enige wat moeilijk is, het limiet lopen. Als je het limiet hebt gelopen, dan heb je wel een grote kans om te gaan. Maar in Amerika,
heb je dan van die trials. Mm-hmm. En je moet eerst of tweede worden om te gaan. Maar van heel Amerika, van hè? Amerika, ja. Heel, want als je derde wordt, kan je wel heel hard gelopen hebben, maar je gaat niet naar het WK. Mm-hmm. En dat mensen trainen zo hard en maken zichzelf zo kapot om daar te komen. En het is echt niet healthy eigenlijk. Ja. Weet je, één ding dat nog een keer helemaal op is gekomen, is dat wat jij net zegt over trainen. Ik denk, als je kijkt naar... En ook in mijn situatie, als ik nu terugdenk, ik denk... Boise State was een hele goede programma. Mm-hmm. En wat ze deden is, zeg maar, ze zorgden ervoor dat we konden pieken op de juiste moment. Mm-hmm. En dat is heel belangrijk. Ja. Maar ik bedoel pieken. Weet je wel? Van, ja, door het dak heen. Ja, we gingen pieken op de juiste moment. Weet je wel? Van, when it came down to it, we came through. Maar ja, het is ook al gewoon fysieke sport. Dus dat is wel één ding wat ik denk dat... Wat je wel kan krijgen bij Amerikaanse programma's. Omdat wanneer je daar zit, weet je, ze hebben een plan voor jou. Als je naar de universiteit gaat, dan zit je daar waarschijnlijk 4 jaar. Mm-hmm. Weet je, je kan er niet langer dan 4, 5 jaar zitten. Dus ze gaan ervoor zorgen, in die tijd dat je hier bent, hoe kunnen we ervoor zorgen dat we, weet je, alles dat eruit meestal, krijgen. Ja. Ja. Dus dat is wel een ding wat ik heb meegemaakt en wat ik zie in Amerika. Dus, maar dat is wel mooi van hoe ik jou nu hoor praten. Klinkt wel alsof je, zeg maar, je kent je eigen body ook wel, zeg maar. En je bent, zeg maar, atletisch, mature enough om dat ook te kennen. Want ik, zeg maar, op die leeftijd, op jouw leeftijd, of misschien jonger zelfs, high school, college, zeg maar, ik was zo ready om alles te sacrificen just voor die ene moment daarom. Yeah. Weet je wel? Ik was gewoon ready. Ik heb zo vaak tegen mezelf gezegd van, weet toch, if it snaps, it snaps. Maar je weet toch, maar ik ga die play maken. Je weet toch, maar I'ma go for this shit. Weet je hoe unhealthy dat is? Zo ga je geen lange carrière. En weet je wat is? Kijk, hier in Nederland is het is niet alles of niets. En volgens mij is het in Amerika wel alles of niets. Ja, alles of niets. En dat zwaar, begrijp ik ook wel. Momenten, je gaat daarheen, je gaat helemaal naar Amerika toe. Ja. Dan ga je niet daarheen om rustig aan te doen. Dan ga je wel alles geven. Ja. En hier in Nederland, ze zijn zo supportive. Zeg maar, Papendal is zo supportive. Dat als het een keer niet gaat, is het niet erg. Mm. En ik denk dat in Amerika dat je een beetje gepunished wordt, denk ik misschien. Als het niet zo goed gaat. Of dat, ofwel het een beetje... Ja, ik kan niet praten, want ik ben niet geweest. Ja. Maar het lijkt er zo op dat ze eigenlijk niet... Dat ze echt bang zijn om fouten te maken. En het is ook goed dat je bang bent om fouten te maken. Maar het moet niet jouw mental health en jouw fysieke health op het spel zetten. Je moet niet... Want ik zelf, ik weet, als ik iets in de training voel of iets in mijn warm-up voel, ik loop die wedstrijd niet. Ja. Ik loop niet, want ik ga niet mijn leven geven voor die wedstrijd, terwijl ik nog jaren te gaan heb. Ja, precies. En die zekerheid heb je volgens mij niet sowieso als je naar een ander land gaat, want ze kunnen je ook gewoon na die 5 jaar gewoon wegsturen. Ja. Maar hier heb ik veel meer zekerheid en ik weet gewoon van, weet je, als ik hoe ouder ik word, ik ga beter worden, ze weten dat ook van mij. En ze hebben ook niet heel veel mensen. Hmm. Dus ze gaan sowieso, de mensen die ze hebben, gaan ze goed verzorgen. Ja, en in Amerika... Bro, ze hebben kapot voor mensen die daar. Die zekerheid is, heb je dus in Amerika afvalt, niet als persoon. Boeit het niet hoor. Ze denken van, ja, jij valt af, oké, doei. Maar hier in Nederland, er zijn zo weinig mensen die goed zijn. Dus die mensen die ze hebben, laten ze zo goed verzorgen en zo goed mee omgaan. Dus het is mentaal natuurlijk ook iets, maar het is denk ik ook je environment. Want ik denk dat ook misschien als ik ook in Amerika was gegaan en alles of niets was, had ik misschien ook zo gedaan. Maar nu ik hier ben en ik ben hier... Heb ik mijn sport gedaan en alles hier gedaan. Zou ik dat zelf nooit doen? Nee. Dat is wel echt een blessing. Want soort van dat wel, wat je ook zegt toch. In Amerika merk je ook. Heel veel jongens komen ook uit een bepaalde environment. Mm-hmm. Toch? En gewoon ja, de ghettos en zo. Yeah, yeah. Dus voor heel veel jongens is dit hun enige manier om überhaupt naar school te kunnen gaan. Mm-hmm. En uit, je toch? Echt geen problemen te hebben. Toen ik ook daar was. Echt de helft is uit South Florida. Chicago. En dan ook echt de inner city, zeg maar. Mm-hmm. Dus ja, dat soort jongens. Zijn dan ook niet, wat je zegt toch, iemand als Julio Jones, die heeft zijn geld al, hij gaat je lief behandelen. Maar iemand die, waar wie zijn baan je kan stelen, ja, dat had ik ook. Je toch, jongens zijn niet zo nice tegen je. Nu jongens, ja, ze fucken echt niet. Oh, misschien in high school was het anders, want je zei toch, je was voor en dat is dope. Voor het voetbalteam, ze vonden het juist verschrikkelijk dat ik voor hem was. Ja. Maar soms versta je hun gewoon niet, toch? Ja. En dan praten ze echt heel die slang en dan dat soort dingen. Ja. En jongens zijn daar echt op hun territorium, je toch behouden, zeg maar. Ja. Dus dat is wel die zekerheid heb je gewoon niet in Amerika. Wat je wel nu zegt, in Nederland heb je die zekerheid, toch? Ja. Daar heb je echt geen zekerheid. Als jongen die daar komt, ja, je hebt gewoon, ja. Dat is een beetje gewoon die kapitalistische mindset die ze gewoon hebben in Amerika, toch? Dat zeker, is een ja. Ook coaches. Gewoon, coaches, zwaar. Ik was, je bent daar, die coach, ja. Presteer je? Cool. Presteer je niet? Ja. Ze kijken je niet eens aan, man. Het is echt, en het is ook,
je hebt zoveel training op een dag, toch? Ja. Dat zei ik al een keer. Je hebt zoveel training op een dag. Dus die catch die jij maakte op 6 a.m. boeit om 9 uur maakt het niet meer uit, zeg maar. Die zijn ze al lang al vergeten. Dus je moet elke practice moet je presteren. En als je niet presteert, ja, het is ook, ja, het is heel anders daar, man. Het is echt heel anders. Ja, want ook, ja, daar heb je ook wel een beetje een blessing mee dat track nog Papendal heeft in Nederland, toch? Want bijvoorbeeld basketbal, American football, je moet naar Amerika. Ja. Of je blijft gewoon op een moa-niveau. Maar zelfs dat wel, want Papendal, weet je, wat, ik heb voordat ik naar Amerika ging, die paar dingen voor AC die ik had gelopen. Yeah. Toen kwam ik erachter op Papendal en wou ik daar ook naartoe gaan. Maar ja, kijk, ik kwam sowieso uit een andere omgeving. Ik kwam zeg maar meer uit een, like, laten we zeggen, laag inkomen familie, weet je wel. Dus sowieso was er niet zomaar geld om overal naartoe te reizen. Ja. Weet je wel, dus helemaal naar Arnhem toe of Papendal, weet je wel, om dat te doen. Maar dat is in Nederland, zeg maar. En zelfs toen ik terugkwam na mijn professionele carrière. Hiero in Nederland trainen, dan ga ik hiero, ga ik om veldtraining te doen, dan ga ik hiero naar de gym. En dan natuurlijk moet ik nog mijn recovery doen en al dat soort dingen. Dus ik, nergens, het is alsof Nederlanders niet geloven in een ijsbad of zoiets. Echt? Ja, maar dan ook. Alsof, maar ijsbad heeft wonderen voor mij gedaan. Hè? Ik hou niet van ijsbad, man, ik doe dat niet. Het is een haat-liefde relatie, maar ijsbad, het is gewoon die recovery van mijn benen. Het voelt gewoon verstandig. Hè? Mm. Maar hier in Nederland, ik kan dat niet eens vinden. En dat is zo lastig. Waar. Dus om alleen maar je veldtraining en in de gym te zijn en je recovery te doen. Die drie dingen, dat zijn meestal de main dingen die je erop hebt. En dan heb je nog je eigen dingen waar je aan wilt werken. Ja. Om dat alleen al te doen, dat kost zoveel tijd. Dat is al bijna een hele werkdag. Ja. Dat is al meer, want je moet dan weer reizen. Vanuit Amsterdam moet je reizen naar A naar B. Van A naar B duurt ook al een uurtje voordat je er bent. Mm-hmm. Kijk, waar ga ik die tijd vandaan halen? En bij een programma, ik bedoel, ik kom mijn kleding. Ze hebben het letterlijk designed. Ze hebben mensen betaald om gewoon alleen maar na te denken, hoe kunnen we het makkelijkst maken voor deze kids? Dus, dus mijn moment naar Amerika gaan, het was het gevoel alsof sport eigenlijk makkelijker is. En ik had wel het gevoel, er zijn zoveel Amerikanen. Mm-hmm. Maar wat mij eigenlijk ook, zeg maar, die confidence gaf, is zeg maar, vooral in high school, ik kijk naar al die Amerikaanse boys en ik zie hoe ze, weet toch, ze worden afgedropt op scoro, weet toch, je helm, je pets, je kiksen, alles is op school, weet toch, je jersey wordt gewassen. Weet je wat ik moest doen om naar trainen te gaan? Ik moest mijn zware tas meenemen, ik moest alles zelf wassen. Als het niet was gewassen, dan kwam er gewoon schimmel of zou het stinken. Maar die Amerikanen kennen dat niet, toch? Dus ik denk, als ze daar zo in die situatie waren geplaatst, waar hoe wij het hier in Nederland ervaren, weet je wel, dan was het ook wel anders geweest. En dan zouden ook niet zoveel mensen sporten daar zo, denk ik. Ja, tuurlijk. Denk ik. Ja, want het is, sporten daar is gewoon, het is een, je hoeft daar niet, het is letterlijk sport, toch? Ja. Hier is het, wat je zegt, toch? Heel zoveel komt erbij kijken. Ja. Ook hier train ik in Rotterdam. Nee. En dan, maar om een beetje kwaliteit tegenstanders te hebben, moest ik naar Amsterdam. Ja. Dus ik ging van Den Haag naar Rotterdam, naar Amsterdam. En dan dat ook dagelijks, dat zeker, man. En ook jezelf, je eigen shit regelen. Zeker. Maar het ding ook is, kijk, ik zelf ook, mijn moeder was alleenstaand, ze had eigenlijk geen tijd. En als ik bedenk hoe andere mensen, hoe het bij hun gaat en hoe het bij mij is gaan, het is echt oprecht gewoon Gods plan geweest, zeg maar. Het moest echt zo gaan, want als je kijkt naar hoe alles in mijn leven is gegaan, het is eigenlijk zo smooth gegaan en het past zo goed in elkaar. En ik begrijp ook gewoon dat als je niet zo die smoothheid hebt en niet, dat je niet overal heen kan gaan, dan zou ik misschien ook niet zo ver zijn geweest. Nee. Want het is moeilijk, want ik kijk ook gewoon naar jonge atleten. Ze hebben gewoon niet die faciliteit die je hebt als je op Papendal bent. Ik denk, als je niet op Papendal bent en je daar buiten alles zelf moet regelen, fysio en al dat soort dingen, je gaat niet vaak naar de fysio gaan, want je moet dan de fysio gaan betalen. Ja, want uiteindelijk, je verzekering gaat niet meer alles dekken. Ja. Je gaat niet vaak naar de sportarts of je gaat niet naar een diëtist of je hebt geen lifestyle coach, je hebt geen persoon die je helpt met school. Het is zoveel dingen die je zelf moet doen. Het is zo moeilijk. Maar het is ook best wel moeilijk om op Papendal te komen. Want Papendal is best wel, ze zijn best wel raar en ze zijn gewoon een beetje, alles gaat een beetje sketchy daar, to be honest. Nou, niet alles, maar sommige dingen gaan een beetje sketchy daar. Want sommige lopen dingetjes uit te zeggen op een podcast. In ieder geval, het is best wel moeilijk om daar te komen. Want zeg maar, als je heel erg goed bent, gaan ze heel veel tijd in investeren. Maar als je iets minder goed bent,
kan je wel komen, maar nee, ja. Je bent er wel. Ja. Je bent er gewoon om daar te zijn. Ja. En ik heb gelukkig dan de privilege gehad dat ze me heel graag wouden. Dus ik was ook in een positie om te onderhandelen over bepaalde dingen. Maar ik begrijp ook wel dat als je overal heen moet reizen en al dat moet betalen, dat het uiteindelijk ook een beetje demotiverend is. Want uiteindelijk, waar ga je het geld vandaan halen? Als alleen jouw moeder inkomen heeft en zij zelf ook moet werken, ze moet huur betalen, ze moet alle dingen betalen, is echt niet makkelijk. Want ik zou eigenlijk ook niet op atletiek zitten als mijn trainer mijn moeder niet had aangeboden om mij te brengen naar training. Want mijn moeder kon me niet brengen. Zij werkt van 8 tot 6. Wanneer gaat ze me naar training brengen als ik train om 5 uur? Hoe ga ik daarheen als ik 8 ben? Ja. Begrijp je? Ja. Je moet echt die connecties hebben. En het was echt oprecht. Het was echt God die wou dat ik op atletiek ging. Ja. Hij wou echt dat ik op atletiek ging en daarom ben ik hier nu. Zie, en dat is dope. En dat is eigenlijk ook precies wat ik bedoel. Zeg maar, in Nederland is er geen systeem voor gemaakt. Er is niemand voor... eigenlijk echt betaald en weet toch, dat zijn zijn verantwoordelijkheden voor zorgen dat zijn spelers, weet je, op trainen zijn of zo, zeg maar. Het is omdat, weet je, je coach hebt die gewoon veel om een persoon geeft, puur op die manier. En dat is ook, dat is precies ook hetzelfde bij mij gebeurd, zeg maar. En dan moet ik er precies aan denken. Maar ik vind, in Nederland heb je gewoon, zeg maar, hoe ik het heb ervaren, is, je hebt zo'n situatie, bijvoorbeeld, Nederland, we spelen wedstrijden op wat zondag. Weet je wel, dan kom je, wat was ik toen? Ja, ik begon toen ik 12 was. Dus al vanaf 12, weet je wel. En dan had je natuurlijk je vrienden daar ook. Maar we gaan niet met een bus, we gaan niet met een teambus naar een wedstrijd toe, toch? Nee. Dus we gaan met individuele auto's. Ja. En je gaat met iemands ouders. Nou ja, oké, mijn ouders gaan niet mee, want jij moeder heeft geen auto, plus, geen tijd, maar je weet hoe die dingen gaan. Dus dan zijn er wat ouders die meegaan. En dan moet je vragen of je met iemand mee kan rijden. Ja. En dan ben je een kleine teenboy van 12, weet je. Dus die Tory was taai, maar je weet toch, leuk. Ik heb heel vaak aangeboden gekregen om met mensen mee te rijden of terug te gaan. Maar er zijn ook genoeg momenten geweest, wanneer je na de game, iemand, weet toch, dan ben je daar zo met je tas. Je ziet hoe iedereen gewoon verspreid in die waggies gaat. En dan denk je van, hoe ga ik thuis komen? Je weet toch, maar je bent kapot, want je... Iedereen heeft een leuke tijd gehad, maar je denkt, hoe ga ik niet thuiskomen? Dan wil je mensen vragen, maar je hebt alles meegemaakt. Je hebt mensen gevraagd die zeggen, kom gelijk mee. Die zet je gewoon gelijk voor je deur. Je hebt mensen gezegd, je ziet aan die visie van... Ze willen je niet meenemen. Of je hoort gewoon steden van, sorry, wij moeten die kant op. Bro, ik was 12. Dat soort dingen. Maar, en dat zag ik in Amerika gewoon niet gebeuren, man. En dan gewoon om die feit was mijn, zeg maar, mijn ding is geswitcht van, man, ik wil bijna iets zeggen, maar ik zei, die is pas zo. Ze hebben niet meegemaakt wat we meegemaakt hebben, maar precies, je moet het gewoon van echt mensen hebben, van goede mensen om je heen. Het zou mooi zijn als het gewoon, zeg maar, het hoeft niet eens, natuurlijk moet een goede mens zijn, maar zo hoort het gewoon te zijn. Zo hoort het gewoon in die systeem te zijn. Net als hoe je iemand, iemand moet uitbetalen als hij werk doet. Dat is gewoon een normale ding. En op Papendal nog gaat het op zich wel zo, hoor. Ik denk, we zorgen heel erg voor elkaar. Mm-hmm. Maar daarbuitenom is het best wel moeilijk. Of je moet echt een trainer hebben die echt dedicated is en echt heel graag wilt. Maar ze zijn denk ik wel bezig met dat soort programma's, maar het is ook gewoon moeilijk, omdat de atletiek is niet zo groot. Je kan niet veel sponsoren vinden. Want het is best wel duur om al dat soort dingen te doen. Dus het is best wel moeilijk. En ik denk sowieso, de enige sport in Nederland die echt groot is, is voetbal. Maar dat is in elk land zo. En daarbuiten, dan... Ze weten wel dat het er is, maar... ze kijken er niet echt naar om of zo. Nee. Ja, dat is gewoon echt moeilijk. Crazy. Ja. Zo, even terug aan het slapen, want daar heb ik nog even een vraag bij. Mediteren jullie ook? Nee. Of dan niet? Ik niet zoveel, maar ik heb wel een paar keer geprobeerd en we hebben wat workshops gevolgd. Maar nee, man, het is moeilijk. Ik heb ook moeite met stilzitten. Want ik ben volgens mij ook de hele tijd aan het bewegen. En als ik iets in mijn handen heb, dan ben ik het ook helemaal aan het kapot maken. Ik kan niet zo, ik heb echt moeite met stilzitten. Ik wil, man, on and off, man. Ja? Ja. Ik moet zeggen dat het soms, weet je, soms dan heb ik een periode waar ik het gewoon bijna niet doe. Mm-hmm. Maar ik heb wel, kijk, soms zijn er gewoon periodes, zeg maar, dat je hoofd is gewoon echt vol. En je bent constant gewoon met dingen bezig waar je weet dat misschien niet relevant is. Of je maakt je zorgen om shit, of je stresst en zo. Ik heb wel gemerkt dat meditatie wel bij kan helpen. Ja. Gewoon dingen een plekje te geven en jezelf weer een beetje, zeg maar, down to earth te brengen. Mm-hmm. Nee, ik weet het eigenlijk niet echt. Ik heb
Ja, ik vind, ja, ik heb hetzelfde als hij. Ik kan niet echt stilzitten. En ik heb niet, ik weet niet echt wat het nut van mediteren is. Ik heb niet echt het ding van gezien. Dus ik mediteer eigenlijk niet. En ik heb het ook eigenlijk niet echt ooit aangeboden gekregen of zo. Van, want soms, ja, je hebt een heel begeleidingsteam op Papendal. Dus ze zien dan dingen en dan bieden ze dingen aan. Maar ik heb nog nooit echt mediteren gedaan. Ja. Nee, eigenlijk niet. Ah, ik heb wel eens mindfulness gedaan, een mindfulness training. En toen hadden we wel een beetje mediteren gedaan, maar niet echt. En het is niet echt iets voor mij, zeg maar. Want ik zou nooit, zeg maar, gewoon random een half uur gewoon zitten. Of zo. En dat is niet helemaal een beetje, toch? Een ja. Beetje gewoon, ja, een beetje chillen of zo, toch? Een soort van wel. Ja, ik doe dat niet. Ik heb wel, wat ik wel heel dope vond, en dat is ook van Kobe. En hij legde dan uit, zeg maar, hoe mediteren zijn leven was gekomen. Mm-hmm. En toen had hij natuurlijk Phil Jackson, was een coach bij de Lakers. Ja. En die was dan ook coach bij de Chicago Bulls. En dat was de tijd van Michael Jordan. Mm-hmm. En toen was er van de eerste observatie die Kobe had over de Bulls van die tijd. Was, het maakt niet uit of ze gelijk stonden, achter stonden met 30 punten of voor stonden met 30 punten. Hun gezichtsexpression, die veranderde nooit. Mm-hmm. Dus als je gewoon de score niet zag en je zag ze op de bank zitten, wist je niet, winnen ze nou, verliezen ze nou, spelen ze gelijk. Yeah. En dan was er van die awareness, dus dat, het ging niet per se om de pokerface, maar het ging om de kalmte die je uit kan stralen. Maakt niet uit welke situatie het is. Een bepaalde consistency. Precies, die consistency daarin. Die en dat leerde hij toen, dat wanneer je mediteert, dat je dan soort van alles wat je denkt, soort van observeert, maar niet, niet, ja, mijn emoties. Precies, je weet dan gelijk, je claimt niks. Dus het is niet van, als er een gedachte komt, je gaat er geen label aan zetten, negatief, positief, of dit wil ik wel of niet denken. Mm-hmm. Je accepteert het, of niet, je accepteert, zo, ik zeg maar bijna een keer, je accepteert het niet eens. Het is er gewoon. Die gedachte is er, punt. En meer niet. En dat was zeg maar de kracht daarvan. Dus wanneer je iets denkt, dat je het gewoon, het is er en meer is het niet. Dus je bent soort van compleet aware gewoon van wat er is. En dat was dan het dopen van meditatie. En dat ben ik sinds kort mee begonnen, want sinds kort zag ik die video van Kobe. En dat vond ik wel interessant om te weten. Want ja, iemand die in de NFL heeft gespeeld, ja, daar word je denk wel mee geconfronteerd van, hey, mediteren is wel goed of weet of zo. En iemand die dan op zo'n niveau sprint. En iemand die dan op zo'n niveau basketbal, dat lijkt me wel van, vooral sportmeditatie wordt steeds groter en mindfulness wordt steeds groter in sport. Ik heb nu wel het gevoel alsof in sport gewoon al die kleine dingen steeds en steeds belangrijker worden. Ja, dus gewoon niet nutrition, maar ook de mindfulness, het manifesteren van dingen, visualiseren van dingen, dat steeds belangrijker wordt. Ja. Visualiseer je ook dan, denk ik? Ja, zeker, man. Ja. Gewoon ook weet je, voor games en zo, gewoon weer gewoon mezelf gewoon weet, goede game te zien hebben. Ja. En zelfs ook gewoon, ik heb ook zeg maar een tijdje gedaan, want je begint altijd, je ziet zo'n video ervan en denk van, oh ja, dat is misschien wel useful, toch? Ja. Dus dan op een gegeven moment dan, bijvoorbeeld met schieten, was best wel struggling met mijn shot, dus op een gegeven moment, je gaat gewoon, voordat je überhaupt de training begint, je visualiseert gewoon, weet je, toch, voor elke sport. Dat is ook al trainen. Visualiseren is trainen. Mm-hmm. Ja, precies. En ik weet niet, man. Je, zeg maar, omdat wanneer je dan zeg maar echt daar staat om dat schot te nemen, herken je het soort van dat je het eigenlijk al een beetje weet, toch? Ja. En je keert het positieve. Want zeg maar, stel je hebt een schotring en je loopt alles te klenken, dan het enige in je hoofd, zeg maar, die misses die je ziet. Mm. Maar als jij al zeg maar 20 makes in je hoofd gemaakt hebt, dan sta je daar heel anders, zeg maar. Want je hebt al een paar makes, zeg maar, in je hoofd. Ja. Dus het is wel, het is effectief, man. Het is echt effectief. Ja. Doe jij het ook? Ja, ik heb een lifestyle coach en ik was met haar in gesprek, want je hebt maandelijks wel gesprekken om te kijken hoe het gaat. En ze had me laten zien, wat visualiseren is, wat me uitlegt wat het is en waar het goed voor is. En dat is echt iets heel grappigs, want ik moest, zeg maar, iets in mijn hand houden, zo'n touwtje met twee balletjes, en ik moest mijn ogen dicht doen en ik moest visualiseren dat ze bewogen. En uiteindelijk ging dat touwtje ook zelf bewegen. Want als je visualiseert, dan stuurt jouw hersenen, zenuwen naar die spieren toe. Ja. En uiteindelijk gaat het ook bewegen. En ze zei ook gewoon van, als je visualiseert, dan, als je bijvoorbeeld visualiseert dat je die shot doet, dan is jouw lichaam eigenlijk, je spieren zijn eigenlijk aan het bewegen. Maar niet heel heftig natuurlijk, maar ze zijn het wel eigenlijk aan het doen. En daardoor is het ook training.
En dat is eigenlijk heel erg belangrijk. Dus je arm ging bewegen? Ja, ja, zeg maar. Want zonder dat ik het door had, ging mijn arm, ging mijn arm dat ding bewegen. Ik had helemaal niet door. Maar omdat ik zo aan het visualiseren was, dan stuur jouw hersenen, stuur dan van je zenuwen naar je armen en zo. Want je bent het zo graag aan het doen. Ja, ja. En daardoor beweeg je het ook. En daarom is het eigenlijk ook trainen. Aan het doen. Ja, nee. Maar dat klopt, ja. Het is eigenlijk echt training. Als je gewoon, bijvoorbeeld als je geblesseerd bent, kan je ook gewoon thuis zitten visualiseren bij je aan het trainen. Maar het gaat natuurlijk niet bergen verschuiven, maar het zijn gewoon kleine dingen. Ja, ja. En het was ook een studie van dit, dat dus daar, dat heb ik al zo heel lang geleden gezien, maar zo begon ik een beetje met visualiseren. Nou, heel lang geleden, al 3-4 maanden geleden. Ja. En dan was een studie dus van een school in Cleveland of zo. En daar lieten ze mensen van armoefeningen doen. Dus armtrainingen. Ja. Maar je moest alleen maar visualiseren. Mm. En dan binnen 30 dagen was hun armstrength echt increased. Gewoon echt veel beter geworden. Ja. Door alleen maar te visualiseren. De spieren echt. Zeker. Ja. Dus dat doe ik nu ook echt. Zo van, dat is wel een makkelijke manier om gewoon hier toch wakker worden. Zonder dat je echt iets doet, toch? Ja. Dus ik dacht wel van, dat is wel echt iets heel doos. Maar gewoon dat soort dingen ben ik... Ja, eigenlijk sinds ik terug ben gekomen van Amerika ben ik daar heel erg gaan oefenen, zeg maar. Dingen als manifesteren, visualiseren, meditatie. Dus die dingen vind ik wel heel lauw. Dat is ook belangrijk. Man. Ik denk dat er heel, zeg maar, is een heel groot aspect, zeg maar, aan gewoon mentaal, zeg maar, aan sport. Of whatever the craft is dat je aan het doen bent. Ik denk dat als je, het is gewoon een beetje, ook een spier, zeg maar. Toch als je aan het fitnessen bent en zo, je kan het increasen. Maar als je gewoon bezig bent met je mind en jezelf gaat leren kennen van hoe je op bepaalde momenten reageert en weet toch dingen in jezelf gaat zien, dan ga je ook gewoon beter kunnen presteren, omdat je gewoon je kent jezelf beter, dus je kan beter met jezelf dealen tussen haakjes. Ja, mensen onderschatten sport, ze denken dat het alleen maar fysiek is, maar het is zoveel meer dan dat. Het is echt, er zit zoveel in je hoofd, want je kan jezelf gewoon mentaal kapot maken door sport gewoon. Je kan je mentaal echt gewoon kapot maken door sporten. En mensen denken niet aan het mentale wat erachter zit. Want bijvoorbeeld, want als je een slechte wedstrijd hebt gehad, zijn mensen echt heel makkelijk met mensen bashen op Instagram of een journalist die tegen gaat praten. Dat kan zoveel doen mentaal met jou, want je bent jezelf al aan het kapot maken. En dan komen nog andere mensen daar bovenop. En mensen denken niet na. Maar ja, sowieso in deze wereld denken mensen sowieso niet na. Daar niet van. Maar mensen onderschatten echt het mentale aspect achter sporten. Want het is zo Twitter groot. Kijken, het is zo veel. Dat vind ik ook verschrikkelijk. Want Russell Westbrook die zei dan laatst bij de Lakers. Hij heeft natuurlijk een beetje niet zo'n geweldig seizoen als je verwacht van zo'n gozer, toch? Ja. En toen zei hij, ik ga naar huis met... naar twee mooie kinderen en een prachtige vrouw. Ja. Ik neem die shit niet thuis, zeg maar. Nee, slechte wedstrijd. Ja. Heel Twitter. But he should care, dit en dat. Maar ze beseffen gewoon niet. Je hebt ook gewoon een leven naast. Dat je denkt van, hoe ben je zo opgefokt met een persoon die niet volgens jouw standaarden speelt of iets doet. En dan ineens ben jij als fan zijnde, ga je gewoon haten op een persoon die dat niet zo doet. En dat soort dingen, dat vind ik ook denk ook heel lijp. Als je kijkt naar dat soort mensen die echt de top hebben bereikt van sport. Je ziet hun mentaliteit is heel anders. Dus ze hebben al een voorsprong op heel veel mensen in die mental game. Als je kijkt naar bijvoorbeeld voetbal, Cristiano Ronaldo, weet je wel. Of basketbal sowieso, wat we het de hele tijd over hebben. Kobe, LeBron, Michael Jordan, American Football, Tom Brady. Dat soort mensen hebben echt een hele andere visie, mindset of zo. Ja. En ik denk ook Usain Bolt, zo'n persoon. Je blijft niet zomaar zo lang aan de top. Mm. En dat heeft dan, ik denk dat soort mensen echt op een gegeven moment alles meenemen. Dus die nutrition, het trainen van je craft en het trainen van je mind en gewoon letterlijk alle aspecten kloppen en dan ben je die guy. Yeah. Ik denk niet dat je je gaat niet zomaar gewoon heel getalenteerd zijn en goed trainen, maar als je mind fucked op is, we hebben genoeg mensen gezien die dat super goed zijn, maar eindstand eigenlijk, ze hebben niet hun volle potentie gehad. Heel vaak gewoon omdat hun mind niet goed is. Ja, dat is ook waar, want als je stress hebt, kijk, mensen zijn heel makkelijk om hun alles te gooien in hun sport en dan daarbuiten een chaotisch leven te hebben. Maar het gaat in het begin goed, maar uiteindelijk die stress die jij hebt, die elke keer dat jij met stress gaat slapen, gaat uiteindelijk ook effect hebben op het veld, op de baan, op weet ik veel waar je speelt. Want je kan ook blessures krijgen door de stress. Ja. Door de stress die je in je mind hebt. Je lichaam reageert daar toch wel op. Wat er gebeurt in je hoofd, je lichaam doet daar toch iets mee. Ja, ook al of het nou in je slaap is, of het nou weet ik veel wat is.
mijn lichaam doet er toch iets mee. Het is zo belangrijk dat mensen ook gewoon weten dat de mind echt heel belangrijk is bij dit. Dat is ook echt goed. En ik denk ook dat, zeg maar, als topsporter, je wordt gewoon, het wordt bij, een beetje bij je ingegooid, maar we hebben allemaal een beetje de suck it up mentality. Zeg. Ja, snap je? Als iets pijn doet of zo, bro, pijnstillers en weet toch, gaan door. Maar ook gewoon, weet toch, als je gestrest voelt over een gimma of je voelt je niet goed in de groep liggen, zo, weinig sporters, weet toch, gaan naar coach van, yo, ik voel dit, zeg maar. Omdat Je voelt het niet echt. Dat kan niet, omdat weet toch, het is, ja. Ik vind het zo snel bitcherig ook. Ook dat, maar ook gewoon, zeg maar, er is ook weinig tijd voor zo, weet toch. Je hebt bijvoorbeeld niet in een gimma. Ik kan niet deze te lang week, blijven hangen. Kan niet. Nee. Want als ik deze week niet goed train, dan dat gaat weer in mijn minuten zitten. Minder minuten betekent minder speeltijd. Minder stats, minder money voor komend jaar, zeg maar. Mm. Dus, je hebt geen tijd ervoor. Het wordt niet echt geaccepteerd of zo, snap je? Klopt, man. Dat heb je heel erg geleden. Mm. Hoe was het ook voor jou? Want jij hebt een, je hebt high school, college, NFL. Je hebt echt gewoon die drie cyclus gehad. Ja. Hoe heb jij voor mentaal moeten groeien als jongboy van 27, toen 10 jaar later, toen je... Ja, of van 17 bedoel ik, jongboy van 17. Ja, dat je later dan in de NFL, hoe je mentaal moet groeien, zeg maar. Ja, voor mij was het sowieso een constante groei, zeg maar. Weet je wel, ik moest blijven groeien. Ik ben gewoon van nature gewoon heel erg emotioneel ook. En ook gewoon in mijn speelstijl. Maar dat is gewoon wie ik ben. En ik ben een, zeg maar, de eerste stap voor mij is daar bewust van raken, weet je wel. Gewoon bewust zijn van, wat tipt mij zo over, weet je wel, hoe kan ik gewoon blackout gaan, of het nou voor de goede of weet je, goed of bad is of whatever. Maar gewoon die adrenaline, broers en al dat soort dingen. En het is gewoon een constante groei. Maar één ding wat mij goed heeft geholpen, en dat heb ik van mijn coach geleerd, coach P, Hall of Fame coach, hele wijze man. En die vertelde ons altijd om onze leven te simplifyen. Simplify your life, weet je wel, simplify your life. En het is gewoon meer van, zeg maar, je leven verder. Hoe zeg je dat? Vereenvoudigen, zeg ik dat goed? Ja, zeker. Ja, vereenvoudigen. En wat is dat dan? Dus zeg maar, hij ging het gewoon heel simpel uitleggen. We zijn in college bijvoorbeeld, weet je wel? En er zijn een paar dingen die hij altijd zei. Eén ding was bijvoorbeeld, be here now. Weet je wel, we zijn nu hier zo. Nu ben ik hier bij een podcast. Ik ga me alleen bezighouden met een podcast. Ik kan zo meteen misschien naar mijn vrouwtje gaan of whatever. Dan hou ik me daarmee bezig. Maar nu ben ik hier en dit is waar ik me bezig hou. Dus als je in de klas, als je in de classroom bent, dan hou je bezig met classroom. Dan kan je niet je place gaan studeren of denken aan, oh, wanneer ga je... Je houdt je bezig met je klas. Ben je in de gym, dan hou je bezig met de gym. Dus dat was één ding. En dan, ik denk dat simplify... Goeie man, ja, dat is echt geweldig. Ja, maar die simple, en dan ook nog simplify your life. Dan denk ik aan bijvoorbeeld... Simplify, maak het gewoon makkelijk voor jezelf. We hebben bijvoorbeeld... We waren universiteit. Hadden we gewoon boys bijvoorbeeld, die gaan universiteit. We hebben al weinig buiten. En dan nemen ze een hond of zo. Toch? Je hebt van die boys die dat doen. Je bent al, weet je hoeveel uur in de week ben je bezig met sport. Je moet nog je lessen gaan volgen. En dan heb je ook nog een hond erbij genomen waar je moet. Weet toch, simplify your life. Bro. Ja. Toch? Hij zei het zelfs met vriendin of zo. Ik bedoel, je boys, je hebt het misschien ook meegemaakt. Toch, boys misschien in het team. Je krijgt tickets voor het game. Toch, babymama zit in de stands. Vriendin zit ook in de stands. Toch, van bro, simplify your life. Je hebt maar één vriendin nodig. Dan ga je wel doen, dat soort dingen. Dus het zijn van die kleine zaken die gewoon, zeg maar, noise maken en jou weghalen van je ultieme goal. Weet je wel? En ik denk dat heeft me uiteindelijk geholpen. Dus gewoon steeds bewuster zijn van dat soort zaken. Wat heb ik nu nodig? En simplify your life. En be here now, zeg maar. Die is lethal, man. Maar dat is ook een stukje mindfulness, zeg maar. Zeker, maar gewoon dat je in het moment blijft. Want je weet toch ook dingen zoals dingen als stress en zorgen die je hebt. Zeg maar, wat nu de realiteit is. We zitten nu gewoon aan chillen. We zijn gewoon aan het praten, zeg maar. Yeah. Zeg maar, die stress komt van of geschiedenis of van toekomst. Snap je? Er is nu geen stress. Er is niets aan de hand. Dus als je, hoe meer je, zeg maar, in het nu kan zijn, hoe minder je hoeft te dealen met dingen die je eigenlijk niet kan controleren, zeg maar. Nee, heb je ook zo gevoeld als je bijvoorbeeld les hebt of trainen, je bent net laat. Je bent al laat. Laten we zeggen, je bent al laat. Yeah. Maar je gaat er nog steeds gek haasten. Je gaat gek doen en zo, weet je. Maar dat is juist op dat soort momenten, dan probeer ik het te beseffen gewoon van, yo, ik bedoel, ik kan nu snel gaan doen, maar ga
ik dan net 10, 20 seconden sneller aankomen terwijl ik al laat ben? Of, weet je, of je gaat fouten maken en ben je nog langer. Mm. En dan moet je even je computer even weer resetten en weet je wel gaan. Dus bewust zijn van dat soort momenten. Dat heeft mij zeg maar meer geholpen. Ja. Maar als ik echt ook, ik heb zelf ook gewoon veel nog te leren aan dat soort zaken. Want ik wil, zoals ik zei, ik ben gewoon nog steeds emotioneel. En, maar dat is ook gewoon puur uit een passiekant, zeg maar. Weet je, vanuit een, als ik passie voor iets heb, dan kan ik er heel emotioneel over raken. Ja. Maar als ik ook denk van, nu is het tijd om shit voor elkaar te krijgen, dan raak ik daar ook gewoon heel erg emotioneel over, weet je. En dat kan soms, zeg maar, niet de juiste effect creëren op andere mensen misschien. Mm-hmm. Weet je wel, soms heb je een samenwerking nodig. Of misschien denkt iemand van, waarom is je zo fel nu? Van, toch chill. Van, dat zijn ook zaken waar je, waar ik nog steeds mee aan het leren ben en aan het groeien ben. Maar dat is ook gewoon, dat komt ook gewoon een beetje van mijn competitive side. Want ik denk alleen maar aan winnen, ik denk aan gaan, ik wil toch beter worden. En niet iedereen wil altijd winnen. Klopt. Daar ben ik ook achter gekomen. Dat en echt, hè? Daar ben ik letterlijk, wanneer? Een paar jaar geleden achter gekomen. 5 jaar geleden, 2017 of zo, toen ik terugkwam in Nederland. Van, weet je, ik vond het gewoon, het was een andere flow van doen. Mm. En je bent niet altijd, zeg maar, perfectie van je gedemand of weet toch, dat soort dingen. En dat kwam ik hier achter. Dus niet iedereen wil altijd winnen. En om daar ook bewust van te zijn, weet je wel. Dus ja, dat soort dingen, man. Ik vind dat je daar nog, als ik gewoon, ik ken je natuurlijk niet geweldig, maar ik ken je wel een beetje. Mm-hmm. Dus je daar best wel goed, want soort van, als ik dan verhalen hoorde van Jaido of Richard of Ibi, toen zij met jou trainde, hoe jij toen was, en toen ik met jou ging trainen, dan was je voor mij veel drankje. Mm-hmm. Maar toen was je ook al 2-3 jaar klaar met de Amerikaanse voetbal, toch? Ja. En toen werd een beetje geacclimatiseerd aan die cultuur van, niet iedereen hoeft te winnen of weet je, gewoon rustiger mensen dingen proberen te leren aan mensen. Yeah. Ben je daar best wel in gegroeid? Want als ik soms dingen hoor van Jaido, dat je gewoon 16, 17-jarige boys was jullie aan het trainen, dan was je echt gewoon heel tof voor ze. Ja, maar dat zeggen ze dan ook weer wel van, dat heeft ons ook weer echt die mentaliteit gegeven van, wacht, shit, ik moet die shit echt heel serieus, heel serieus nemen, maar ook gewoon heel strak op jezelf zijn. Ja. Dus voor jezelf, zeg maar, de grootste judge voor jezelf zijn, toch? Dus als iemand iets anders merkt, heb jij dat al lang al 20 dagen geleden gemerkt. Van, dat klopt. Mm-hmm. Weet je, van, dat heb je gelijk in, maar ik ben aan het werken. Ja. Weet je, dat soort dingen, dat vind ik wel een... Hebben jullie ook dat jullie, zeg maar, die mentaliteit meenemen in dingen buiten je sport? Natuurlijk. Altijd alles winnen, man. Beste zijn alles. Ja. Alleen op school had ik dat nooit, helaas. Nee, school, maar... Dat vind ik altijd jammer. Zeg maar, met alle respect, voor mij, there was no pride in that, man. Nee? Zeg maar, nee, man. In mijn school, ik had geen pride daarin, man. Ja. Ja. Ik in het begin ook niet, maar dat heb ik in Amerika geleerd. Maar is het omdat je dus echt meer wilde leren over de stof die je kreeg? Of is het omdat je wist dat dit nodig was om naar een ander level te komen? Ja, het was omdat ik wist dat het nodig was om aan een ander level te komen. Plus, zeg maar, het team waar ik in zat. Mm-hmm. Hè, dan waren zeg maar, ik heb letterlijk met boys gespeeld. Okay, ik heb met een quarterback gespeeld die, weet je, arguably de best quarterback ooit in college voetbal is geweest. Ik heb met een guy gespeeld die in 2018 105 miljoen heeft getekend. Ik heb met, weet je, verschillende guys gespeeld, weet je wel. Maar als ik kijk naar alle topspelers, topspelers qua voetbal, die waren dan ook weer top in de classroom. Ja, dat was gewoon een ding. En zelfs boys die 100 miljoen kunnen tekenen, zeg maar, die kunnen nog steeds een game geschorst worden, omdat ze bijvoorbeeld geen goede cijfers hebben gehad. Begrijp ik wat ik bedoel? Dus ik ging gewoon, en ze hebben gewoon die stats voor me neergelegd. Dit is de data, dit zijn die boys, dit is de wereld. Mm-hmm. En dat was ook weer dat simplify your life. Weet je, zorg gewoon voor dat je cijfers goed zijn. Cijfers zijn goed. Dan heb je ook geen extra stress. En dan kan je gewoon lekker goed focussen op voetbal wanneer dat nodig is, zeg maar. Zeker, ja. Dus dat en ik had het ook, hoor. In Nederland helemaal geen school. What was that? Ik dacht, 5,5? Mooi. Ja. Let's go. Voldoende. What are you talking about? maar dat is ook veranderd, man. Omdat het gewoon toen in een mindset werd van... Eén, ik ben hier, so I'm here. I might as well go crazy. Ja. Toch? Want dat toch gewoon. En...
Ja man, het was gewoon competitive zijn van, hey, toch, na een tijdje dacht ik ook van, boys keken over naar me en dacht ook van, oh, je kan alleen rennen, je bent alleen voetbal spelen, je kan alleen balletje vangen. Ik heb weer zien dat ik ook gewoon een hogere testscore dat je krijgt. Dus ja, dat kan ik ook gewoon doen. Dus toen zag ik dat in, weet je wel, dat was nice. Dus ja, voor mij, ik kijk er wel naar uit als iemand zeg maar naast het veld ook gewoon zeg maar in de classroom gewoon nice kan zijn. Het hoeft niet per se dat je gewoon goed bent in school, maar het is zo... Het zijn andere regels. Het is niet jouw comfort zone, want de field is je comfort zone. Maar dat je nog steeds in een andere, weet je toch, domein, gewoon nog steeds de baas kan zijn, zeg maar. Ja, dat zijn topatleten voor mij. De topatleten voor mij. Ja. Ja, ik denk wel, ja, dat zeker, man. Dat heb ik nu ook wel. Nu ga ik naar het HBO zometeen. Heb ik ook wel meer de vibe van, oké, ik wil wel hier echt mijn best gaan doen, weet je. Mm-hmm. Ik had het nooit echt op de middelbare school... Was wat je zegt, 5,5 was gewoon goeie. Maar ik heb een soort van mogen proeven van die Amerikaanse cultuur, toch? En dan besef je wel van, wacht even, ik moet even met dat. En heel veel dingen die ik leuk vind, heb ik die sportmentaliteit. Mm-hmm. Maar ook gewoon dingen die je, soort van, ja, ik wil niet zeggen moet doen, want je hoeft niks te doen. Maar wel gewoon wat je verder gaat helpen. Ook, maar dat je misschien minder leuk vindt. Ook in die dingen moet je gewoon echt wel... 100% zetten, zeg maar. En echt gewoon die sportmentaliteit meenemen om echt gewoon de beste daarin te willen zijn. En ik denk dat wanneer je dat, wat is het, ik weet niet meer wie dat zei, maar iemand zei van, wanneer jij bijvoorbeeld een kutbaantje kan werken, dus je wil gewoon nooit daar naartoe gaan, zeg maar. Je werkt bij de Albert Heijn, elke keer als je daar naartoe moet, kijk je er tegenop, dit, dat. Ja. Maar je komt op tijd, je doet je werk, je gaat weg, je pakt je money en je bent zo van, wat je zegt, toch present in the moment. Mm. En je doet gewoon wat je moet doen. Ja. Wanneer je dat kan doen voor iets wat je echt kut vindt. Bro, wanneer je iets gaat doen wat je leuk vindt. Dan komt dat zo makkelijk. Maar zelfs wanneer je iets leuk vindt, kan zelfs die sportmentaliteit of die echte mentaliteit van je 100% ervoor gaan. Mm. Zelfs wanneer je iets leuk vindt, kan het soms moeilijk komen. Mm. Omdat het soms dingen required. Dus je hebt niet elke dag dat je opstaat en denkt van, hey, je vindt voetbal of basketbal of atletiek geweldig, maar niet elke ochtend word je wakker en denk van, ja toch, we gaan het doen. Ja, leven, precies. Ja, dus op die manier, wanneer je iets kan doen wat je echt niet leuk vindt, op die manier gaat iets wat je leuk vindt zoveel makkelijker worden dan dat het al is. En ik denk, toen ik dat ook hoorde en dat besefte, ik luister nu zoveel, en daarom ben ik eigenlijk begonnen met die podcast, ik luisterde na Amerika heel veel naar podcasts, omdat ik besefte, mensen hebben echt gewoon interessante dingen te vertellen. En ik leerde dat een beetje van Dave Chappelle. Hij was van, hoe ben je soort van zo interessant geworden, toch? Vroeg iemand aan Dave Chappelle. Zei van, mensen zijn echt fucking interessant. Mm-hmm. En daarom, ik wil ook gewoon zoveel mensen leren kennen en met mensen praten om hun visies te horen, toch? En hoeveel video's er nu zijn van podcasts en TikTok en al dat soort dingen. En hoeveel inspirational mensen er wel niet zijn. Je kan al hun visies nu een beetje proeven en dan, dat werkt wel voor mij of niet voor mij. Mm-hmm. En dan besef ik wel van dat soort dingen, dat werkt wel voor mij. Gewoon van, weet je toch, het beste willen doen voor alles, dan wordt de dingen waar je je best voor doet, die je nog leuk vindt, worden nog makkelijker. En dat is wel iets wat mij echt bijbleef. En dat is dan wat je zegt, toch, van neem je die mentaliteit overal mee. Tot heden nog niet per se, maar ik ben wel van plan het echt op bij alles te doen. Gewoon alles 100% je best te doen, man. Ja, man. Ik denk een van de dingen die mij, helpen nu in wat ik vandaag doe, weet je wel, en wat ik heb meegenomen van sport. En nu ben ik ik ben recruiter, talent sourcer, tech sourcer, hoe je het mag noemen. Van wat? Ik doe de recruiting, talent sourcing voor PVH. PVH staat voor Philips Van Heusen, is een bedrijf van Tommy Hilfiger, Calvin Klein. Oh, dope. En ik ben voornamelijk dan met... mijn bread and butter, waar ik me comfortabel voel, is eigenlijk het vinden van IT-mensen. Weet je wel, software developers, networkers, security, maakt niet uit. Maar ik doe het ook gewoon heel company breed. Dus ik moet ook designers en fashion of planners of legal, maakt niet uit. Ik doe het allemaal nu. En één ding wat ik zeg maar meeneem van sport en wat ik heb geleerd met Merkel voetbal. Merkel voetbal moet je veel film kijken. We kijken veel film, toch? En we hebben gewoon het ding, na elke training, na elke wedstrijd, weet je, alles wordt gefilmd. En gelijk plakken na of binnen 24 uur kijken we die film. Het is gewoon een stukje correct en review. En dat is gewoon iets wat ik meeneem in gewoon
nu met mijn baan, zeg maar, bijvoorbeeld. Heb ik een project, ik ben ermee bezig. Aan het einde van die fase moet ik altijd even checken, correcte review. Wat is allemaal goed gegaan, wat is fout gegaan? En wat er fout is gegaan, wat gaan we eraan doen om te voorkomen dat het volgende keer beter gaat, bijvoorbeeld. Want als ik het niet ga doen, dan blijf ik dus de hele tijd hetzelfde doen. En dat is gewoon insanity. Ja. De hele tijd hetzelfde ding doen en iets anders verwachten, bijvoorbeeld. Dus, en dat is iets wat ik, zeg maar... Dat was heel moeilijk in het begin hier zo, maar ja, ik was nieuw in een kantoor. Ik was, hoe oud was ik toen ik begon in een kantoor? Oh, 27, 28 of zo, weet je wel. Dus dan heb je al mensen die al een tijdje in kantoor hebben gezeten. Dus die zijn er al moe mee. Dus ik kom fresh naar kantoor. Energie, toch? Hello, ik ben er. Toch gek. Wie gaat me money maken? Dit, dat. Maar heb je ook van die mensen van... Of bijvoorbeeld, we hebben een deal niet gemaakt. Ik begon eerst in de salesomgeving en whatever. Dan heb je een deal niet gemaakt. En dan is het al van, oké, kan gebeuren. Weet je toch? Ik bedoel, ik begrijp dat dit soort dingen kan gebeuren. Maar wat gaan we eraan doen om het te voorkomen, bijvoorbeeld? Weet je wel? En daar werd heel weinig over gesproken. En dat is eigenlijk iets waar we in sport heel veel tijd aan besteden. Vooral met American football. Weet je wel? Dus, en dat is gewoon datgene wat ik mee heb genomen nu in life. Dat geeft me het gevoel dat ik altijd... ietsjes beter prepared bent tijdens een meeting. Het maakt niet uit wie ik spreek, of je nou een VP bent, executive level, of gewoon, ja, misschien maar die nog niet eens aangenomen is, maar als ik een meeting met je heb, dan ben ik gewoon voorbereid, ben ik op tijd, weet je wel. Ja, al dat soort dingen is gewoon die erbij horen. Het is gewoon een correcte review, je kijkt ernaar, hoe heb ik diegene approach, hebben we het goed gedaan of niet. Als het goed is, dan is het goed, hoef je niet te veel eraan te doen. Maar als het fout is, weet je wel, wat gaan we eraan doen? Mm. En dat is gewoon iets wat heel vaak mist. Yo. Ik heb letterlijk mijn volgende vraag beantwoord, man. Ik wilde je vragen, wat zijn die dingen, die lessen die van je merk voetbalcarrière nu in je soort van je volgende carrière meenemen? Ja. Correcte review, man. Ja, 100%. Correcte review, ja, man. 100%. Wanneer was ongeveer een beetje de periode dat je was van, oké, nu is het klaar? Weet je, dat was moeilijk, want ik heb verschillende momenten gehad. Ik denk, wanneer ik het voor het eerst begon te voelen, was toen ik in Canada zat. Voor de BC Lions. Ik denk dat ik mentaal... Als ik nu zo terugkijk naar mezelf... zat ik er mentaal niet meer goed in. Omdat... Ja, het ging om veel meer andere dingen op dat moment. Want het was ook echt een baan. Weet je wel? Het was mijn livelihood. En... wat was het? Ja, ik kwam van de NFL. Ik had de NFL, ik verdien je goed geld. En in Canada verdien je iets minder goed geld. En het was een mooie omgeving. Ik zat nog steeds in een mooie situatie. Maar de manier wat ik, weet je wel, hoe ik vond dat ik presteerde en alles, werd ik gewoon niet goed gecompenseerd voor de werk dat ik deed. Mm. Weet je wel? En ik was niet ready om te wachten om 1-2 jaar te gaan. Of weet je wel, ik wou mijn money nu hebben. Dus ja, zo, dat was mijn mindset. Ik ben emotioneel, ik weet het. En ik liet hem ook gewoon weten. Ik wil mijn money nu hebben. En het maakte mij niets uit tegen wie ik dat zei, weet je wel. Dus als ik nu terugdenk op dat moment dat het me niet uitmaakte tegen wie ik het zei, dat ik het gewoon tegen een GM kan zeggen of tegen de owner zelf, weet je, dan heb ik eigenlijk al tegen mezelf gezegd van, fire me if you want to fire me. Als je erover nadenkt, weet je wel. Daar moet je aan denken. Dat was de eerste keer. Maar ik was er nog niet helemaal ready mee. Maar dat is de eerste gedachte die ik had. Ik denk op het moment dat ik... Ik had mijn Achillespees gescheurd. Ik had mijn Achillespees gescheurd in Duitsland. Ik ging voor ze coachen en trainen. Dat was in 2018 misschien of zo. Ja, ik weet niet meer. Brain. Nee. Maar en dat was... weet je wat het was? Het was gewoon die hele rehab, man. Ik keek er wel naar. Ik weet dat ik gewoon terug ga komen en al dat soort dingen. Maar ik had niet meer dezelfde resources die ik voorheen had. Zoals ik zei, weet je wel, ik had niet die dokter van Kobe meer. Dokter Lebo is niet hero. Ik moet naar Amerika voor dat soort dingen. En ik word ouder. Plus, weet je... op dat moment dacht ik van... waarschijnlijk gaat het niet meer gebeuren, weet je. Waarschijnlijk gaan we niet meer terug gaan naar Amerika. En toen was het gewoon zoeken voor een junta. Onze junta. Dus op het moment dat ik een junta had gekregen, toen dacht ik van, weet je wat. Ik ga nu, wat ik heb gedaan met voetbal, ga ik gewoon met dit doen, man. Yeah. Weet je wel, van, ik wil gewoon next level. Ik ga gewoon competen. Dus ik keek gewoon, ik begon in een salesomgeving. Dus hoe ik het nu kan omschrijven, misschien is het ja, maar ik moet het niet zo omschrijven, maar het is gewoon, het is weinig geld en je hebt mogelijkheid om veel commissie te maken, toch? Dus ik zie het zo, we hadden misschien 15 andere salesmensen daar
En mijn mindset is, zet me in een kamer vol mensen, weet je toch? Ik ga uitblinken, weet je wel? Mm-hmm. Dus je zet me in die kamer met hun, dan moet ik gewoon voorstellen dat ik van nummer 15 naar nummer 10 ga, naar nummer 5. En dus zo zag ik het gewoon. Ik wou gewoon veel geld maken, naar de top gaan. Ja, man. Yeah. Dus ik denk dat dat is een beetje mijn motivator geweest. Als ik het niet met voetbal dan meer ga doen, dan ga ik op een andere manier naar die... En die level proberen te gaan. Maar je wil dat level, dat is gewoon het level van... Nu wel, man, nu wel. Het is gewoon die competitiveness. Kijk, weet je wat het ook is? Voordat ik naar Amerika ging, had ik ook niet echt helemaal voor me gedacht dat ik dit allemaal zou kunnen bereiken. En dat is een beetje jammer, want als ik nu naar jullie hoor en zeg maar, ik wou dat ik die attitude ook had, zeg maar, op een jongere leeftijd of... Toen mijn carrière pas begon, jij bent sowieso nog pas in je carrière, jij hebt nog wel een tijd te gaan. Maar weet je, dus ik weet niet eens hoe ik daarmee naartoe zou gaan, maar het was een andere manier. Ik ben het kwijt, man, ik ben het kwijt, sorry. Nusbaar. Ja. Weet je, dus toen ik naar Amerika ging, was ik 17. Gewoon, Amsterdam, ik heb wel wat gereisd en al dat soort dingen, maar was voornamelijk... Ja, dus dat. Zie je wel? Maar was voornamelijk gewoon in Amsterdam, Oud-Zuid. Ik ben als 17-jarige boy hier weggegaan, ik kom terug en ik praat toen nog steeds als een 17-jarige boy. Weet je hoe? Maar dan moet je solliciteren. Maar heb ik wel mijn diploma en alles, want mensen kijken me aan, ze zeggen, wil je geen gymdocent worden? Ik werd zo mad. Ik kon nog met oude slang. Oude slang. Dat was pijnlijk, bro. Man. Ja. Daarna gelijk een keuze gemaakt voor een Amerikaanse bedrijf. Praat je Engels bij je werk? Ja, man. Ja, dat is gewoon Engels voertuig. Ja, dat is makkelijk. Nee, ja, man. Ik vind het echt veel makkelijker. Maar ik bel gewoon internationaal, toch? Over de hele wereld. Ik vind het juist vervelend om Nederlanders aan de telefoon te hebben, man. Wauw. Maar weet je, het is lastig, man. Hey, met buitenland is het toch wel makkelijker te klikken aan de telefoon, maar ze komen overal vandaan, dus dat is het wel chill. Okay. Ja. Ik weet niet, in het Engels heb je ook wel een soort van, het is soort van makkelijk om small talk te hebben in het Engels. Juist. Je komt dan van, hey, what's up, how you doing? Je weet het zo. Dat is het. Ik weet niet, er komt altijd zo stroef over. Major key, man. Small talk. Dingen zeggen, dit hele gesprek gaat nog nergens maar over. Maar ook altijd in Amerika heb je altijd een vrouw achter een receptie en dan, hi, how you doing? Weet je wel zo, dan ga je echt die kleine small talk met haar houden, maar het is wel heel simpel. En dat heb je in Nederland, je komt bij een receptie, je praat nooit met die persoon. Je doet het gewoon van, hey, ik moet hier en hier, oké, cool, ga maar daar. Daar is echt van... Maar had je niet soms dat, zeg maar... Want ik had sommige plekken waar ik kwam... Sommige mensen doen gewoon nep, man. Veel mensen doen een beetje nep. In Amerika? Jij was in de big city. Ik wil zeggen in the middle of nowhere. Ja. En ik weet niet hoe Boise is, Ja, maar... Ja, het is bijna hetzelfde. Iets meer bewoond dan... Ja, ik was echt in the middle of nowhere, man. Ik had het echt, man. Nee, maar ik... Ook een beetje iets Amerikaans, zeg maar. Als je bij andere mensen in huis kwam... Oh, how you doing? Met die hoge pitch. Weet toch? Dat ook. Ja, klopt. Dat is zeker die hoge pitch. Oh, you look so pretty today. In Nederland, soms kom je gewoon iemand... huis binnen. Mensen kijken niet eens aan, zeg maar. Je wil nog zo'n goede dag, maar... Oh, nee, oké. Je bent een beetje het zoekende. Ja, bro. Nee, dat is anders, man. Nee. Die grote cities in Amerika. Different. DC, één keer daar geweest. Maar, het is ook een gekke huis daar, zo, man. Maar, ik denk California is wel sowieso wel een van de gekste. In ieder geval die ik heb meegemaakt. LA, downtown LA. Downtown LA. Gekke mensen heb ik zien lopen, man. Het is gewoon een movie, man. Maar daar hangt wel een hele rustige vibe, man. Wow. Ik weet niet, man. Het lijkt alsof tijd daar gewoon een beetje iets meer irrelevant is dan in die andere steden. Ja. Nee, dat wel. Het is wel levendig. Het is gewoon super levendig. Maar ja. En dan denk ik weer aan nightlife scene. Alles gaat raar om 2 uur dicht, toch? Dat vind ik wel raar. Behalve Vegas en Atlanta ook niet echt. Oh, dat is niet. Florida ook niet. Nou, Florida ook al 2 uur eigenlijk. Ja, dat is raar. Ben je in DC ook zeker, toch? Of niet? Ik moet zeggen, bro, ik was nog niet. Oh ja, dat is waar. Ik heb echt bijna niks kunnen doen, man. Ik ben echt even een keer teruggaan, een beetje
te beseffen. Man. Met je familie. Ben je daar niet geweest op je 21 in Amerika? Nee. Ah, ja. Oh, nee. Ik al alle striplus waar die was geweest. Ik ga sterk. Faya, man, bro. Dat je niet kon gaan, man. Weet je wat het is? Waren, onze ballgames hadden 3 keer achter elkaar hebben we in Vegas gespeeld. Zo. Ja, man. Maar de eerste 2 keer was ik nog geen 21. Oh. Ik ben lekker oud gegaan, man. Was zo stupid. Het enige wat ik herinner, want we waren echt dope tijd. Ik heb misschien nog een paar foto's ergens. Uh-huh. Maar elk jaar ging iemand van het team naar de NFL toe, maar ook best wel hoog. Dus had hij een agent. Die agent had dan een penthouse ingehuurd. Ik kan herinneren, 1 jaar waren we in het penthouse. We hadden gewoon een bowling lane. 2 bowling lanes, gewoon die penthouse. Gewoon. Een hele niet een kleine, maar gewoon full size. Ja, ja, ja. Ik kan niet veel herinneren, man. Dat is niet, maar het was dope. Het was dope. Ja, het was dope. Het was dope. Maar Vegas, toch als je gewoon net 21 ben geworden en zo. Ja, toch, je hebt die stem, maar je kan nog een beetje stikken. Het is wel leuk gewoon om mee te maken. Gewoon een keer. Ja. Ja, zo, West Coast, Amerika, dat intrigue me heel erg. LA, Sacramento, ook Oakland, ook dat soort dingen. Ja, toch, San Francisco, dat lijkt me wel echt allemaal blauwe plekken. East Coast is ook wel dope ergens. Mm-hmm. Vooral New York natuurlijk. Mm-hmm. Want New York, ja, toen ik in New York was, dat is echt een film, zeg maar. Toch, dat is echt ja, een New York slijp, hoor. Maar een soort van, ja, ik weet niet, met het zuiden heb ik gewoon, ik ben heel veel in Texas geweest nu en New Mexico en Georgia. Ja, ik weet niet, man, het zuiden is zo. Voor voetbalcultuur, perfect, maar gewoon leefcultuur. Ja, een soort van, wanneer je het moment dat je van het veld afkomt, is het letterlijk een soort van 1 grote weg. Meer niet. Dat is Amerika dan op dat moment. Ja. Vooral in het zuiden, het is gewoon 1 grote weg, meer niet. En die voetbalcamps en zo, dat is wel echt. Vooral wanneer je de sport speelt, toch? Uh-huh. Je hebt een bepaalde aesthetic. Die je bijvoorbeeld in video's ziet die viral gaan, waar iemand een lijpe catch maakt. Ja, en dan sta je op dat veld waar die lijpe catch is gemaakt, toch? Ja. Dat soort kleine dingen, dat is wel heel dope. Maar verder is het zuiden niks waard, voor mij dan. Ja, dus op die manier, dat wel van Amerika. Ja. Hé, hey, ik ben gewoon benieuwd om te weten, want jullie zijn nog met jij bent ook gewoon nog volop nog bezig met de carrière en alles. Maar heb je ook over nagedacht, wat ga je doen wanneer je klaar bent met sporten? Ik hoop gewoon dat ik zo ver ga komen dat ik hierna niet meer hoef te werken. Yes. Ik zeg je eerlijk, want ik zie mezelf niet na zo'n carrière in een kantoor zitten of zo of iets. Ik zeg je eerlijk. Don't do it. Dus ik hoop dat het echt kan, maar als ik niet zoveel geld maak, dan dan wil ik waarschijnlijk iets met accountancy doen of boekhouding, want ik vind cijfers heel erg leuk. Okay. Dus ik denk dat. Maar het ding van atletiek is, je wordt niet zo makkelijk miljonair. Of je moet echt loose in bold zijn en je moet echt slim zijn en allemaal sponsoren hebben en allemaal dingen. Ja. Maar wij zouden nooit miljoenen contracten tekenen bij bijvoorbeeld, überhaupt ergens. Nee. Ik zou volgens mij nooit zo'n groot contract kunnen tekenen. In de atletiek maak je echt geld door sponsoren, door je naambekendheid en gewoon door goed te sparen, maar ik zou denk ik nooit echt zulke grote deals kunnen tekenen, want zoveel geld maak je gewoon niet. Weet je wat het prijsgeld is van de Olympische Spelen als je daar goud wint? Ja, het is verschillend, want je krijgt geld van je land, van je sponsor en van die Olympische Spelen dingen zelf. Dus ik zou het niet weten, maar je krijgt wel veel geld. Maar ja, dan kom je daar terug. Moet jij je manager dingen geven, moet je weet ik veel allemaal dingen betalen, moet je belasting betalen, uiteindelijk heb je is je prijs gewoon 10.000 en dan kom je thuis met 1.000 of zo. Ja, oké, dat is wel overdreven, maar je hebt die 10.000 die je krijgt. Ja. Nee. Voor jou is het ook gewoon best wel een realistisch doel, gewoon goud te halen op de Olympische Spelen natuurlijk. Is dat ook echt jouw streven? Nou, het is zeg maar, weet je wat, ik ben iemand, ik wil natuurlijk niet te hoge eisen stellen voor mezelf. Dus ik ben heel erg luchtig, dus laat me niet zoiets zeggen, maar het is zeg maar van, ik weet niet of mijn doel goud is, omdat ik wil niet zeggen wat mijn doel is en dan vervolgens dat niet doen. Dus ik kijk gewoon van ik kijk gewoon hoe het gaat, want ik weet niet wat mijn ontwikkeling is, ik weet niet wat de ontwikkeling is van andere mensen, dus ik zou nooit kunnen zeggen van, ik ga in 2028 sowieso goud halen, want ik weet niet hoe goed ik ben, ik weet niet hoe goed andere mensen zijn. Het is zo moeilijk, want het is zo, want bijvoorbeeld, er was een jongen vorig jaar. Hij stond het hele jaar was hij world lead. Hij had world lead. Hij liep heel hard. Olympische Spelen niet eens finale gehaald. Was het Trayvon Bromell? Ja. Ja. Olympische Spelen niet eens finale gehaald. Ja, klopt. Dus het maakt niet uit wie jij bent. Het maakt niet uit hoe hoog jij staat. Wat je allemaal bereikt.
Als je op zo'n toernooi komt, alles staat op nul. Vanaf elke race. Je hebt series gehaald. Oké, je bent in de halve finale. Alles staat weer op nul. Je hebt je halve finale gehad, je gaat in finale. Alles staat weer op nul. Want of je gaat... Momentopname. Echt. Ja, of je gaat vals misschien. Mm-hmm. Want je kan de snelste zijn, maar je kan vals gaan. Heb je nog steeds gewoon een medaille. Je kan vallen. Er kan gewoon iets fout gaan in je race, waardoor mensen gewoon letterlijk over jou heen lopen. Dus het is zo moeilijk. Je kan echt nooit zeggen van, je gaat sowieso iets doen. Want je weet het niet. Ja. Ja, dus daarom ben ik heel... Want, en dus ook, ik ben heel rustig van dat soort uitspraken maken. Want als je één keer zo'n ding in de pers hebt, gaat je hele leven achtervolgen. Ja, ja, ja. Dat staat morgen gewoon NOS. De KTSC door zegt. Ja, man. Ja, nee, ja, man. Ze willen me vaak in die trap zetten. En ik val er nooit in. Ik val er nooit in. Ik werk voor ze. Ik wilde je niet helpen. Ja, ik zeg eerlijk. Ja, het is moeilijk. Doop, man. Ja. Doop. Wel echt doop, zeg maar. Je bent nu echt wel aan het begin van... Dat vind ik wel cool. Je bent echt aan het begin van je carrière. Ja. Er is zoveel nog... Hoeveel, om te zien. Je hebt 24... Om de 4 jaar heb je Olympische Spelen, toch? Ja. Dus het is best wel realistisch om te denken dat je 24, gaat. 28 en 32, zeg maar, zou kunnen halen, ja, toch? Die Olympische Spelen. Ja, ja. Dat is wel... Zou je gewoon wel echt... kijk je ook wel... Wie is dan zeg maar de vrouw naar wie het meest opkijkt in de Olympische Spelen? Is dan ook echt Shelly Ann? Ja, sowieso. Ja? Zeg maar, het ding met mij is... Ik ben altijd wel geweest van... Oké, ik ben atleet. Maar ik wil niet kinderen op mijn 37ste of zo. Dus ik wil kijken van... Ik wil mijn kinderen eigenlijk in mijn carrière proppen. Ja, proppen. Proppen. En dat heeft Shelly Ann heel erg gedaan. Zeg maar, Shelly Ann... Stond gewoon met haar zoontje van 2, stond ze bij de wereldkampioenschap, was ze gewoon eerste geworden. Ze was wereldkampioen geworden met haar zoontje van 2. Dat en dat zijn van die dingen die zo inspirerend zijn, waardoor ik denk van, hey, als zij het kan, dan hoezo kan ik het niet, begrijp je? Zeker, ja. Ik krijg gewoon kippenvel van. Ja. Hey, weet toch, als je een gouden plekken maakt met je kleinste. Dat bedoel ik, dat bedoel ik. En voor een man is het nog makkelijk, man. In die 9 maanden, jij hoeft niks te doen. Maar voor Shelly Ann is het echt zo. Ik heb genoeg mannen gezien die dat hebben gedaan. Ja, nee, is wel waar. Een vrouw is wel hoofdpijn. Ongetwijfeld, maar sorry voor jullie, toch? Ik moet wel een vrouw hoofdpijn zijn. Maar in die 9 maanden kan Shelly Ann niet op het niveau trainen als dat jij kunt. Maar ongetwijfeld een vrouw hoofdpijn. Ja, sowieso wel. Denk het wel, hoor. Ja. Denk het ook wel, ja. Maar, of net als Serena Williams, toch? Ja, ze precies. Ze hebben het gewoon gedaan, ja, man. En het is, wat ik echt heb gemerkt in de sport is, jouw team kan jou echt naar plekken tillen, gewoon. Als jij niet een goed team om jou heen hebt, is het moeilijk om echt gekke dingen te doen. Want als jij een team, want bijvoorbeeld, als Shelly en haar team om haar heen dacht van, ja, jij gaat sowieso niet terug kunnen komen nadat je een kind hebt gehad. Was het haar ook niet gelukt. Ja. Maar het is denk ik echt dat haar team echt dacht van... Oké, weet je, we gaan dit gewoon doen. Je gaat dat kind krijgen en je gaat gewoon wereldkampioen worden. Ja. En als je een team hebt om jou heen die denkt van... Hey, joh, we kunnen dit. Dan gaan we het ook doen. En kijk, als het niet lukt is het niet erg, want je hebt alles erin gezet. Maar echt zo'n team om je heen hebben die vertrouwen in jou heeft... En die jouw plan wilt uitwerken. Ja. Dat brengt jou naar de top. En dat maakt jou denk ik zo goed. Zeker. Denk ik sowieso dat wanneer je een team... Wanneer dat is ook met al die dingen toch, manifesteren, bidden, whatever. Wanneer gewoon een groep mensen ergens zo heilig in geloven, dan wordt dat soort van de waarheid. Ja, nee, oprecht. Wanneer of het waar is of niet waar is. Ja, echt waar. Ja, man. Is echt waar, man. Ja. Echt, en dan even terugkomend op de vraag van Gerardo, wat is jouw plan, zeg maar, na het basketballen? Ik moet zeggen, kijk, ik heb sowieso, weet je, ik heb mijn doelen met basketbal zelf nu, ik heb mijn doelen met muziek. En ik hoop gewoon dat, heet toch, dat die mij een stabiele toekomst geeft op dit moment. Mm. Kijk, ik heb sowieso, ik vind zelf dat een plan B, ik vind dat heel erg, ergens een beetje overrated is, man. Maar laat me uitleggen waarom. Nee, maar ik heb, zeg maar vooral nu, kijk, ik ben nu jong. Ik heb zelf geen kids, ik heb heel weinig verantwoordelijkheden, zeg maar, op dit moment. Dus... Zeg maar, een Olympische Spelen voor mij, om dat te spelen en succesvol te worden met muziek, zijn best wel opportunistische doelen, om zo maar te zeggen, snap je? Maar juist omdat ik zo weinig verantwoordelijkheden heb, is dit de tijd om heel opportunistisch te zijn en veel, snap je wat ik bedoel? Mm-hmm. Om heel veel risico te nemen. Ja. Dus dat is wat ik weet, toch? Kijk, stel alles zou voor kop gaan, we leven in Nederland eind van de dag. Ja. Ik kan ergens een 9 tot 5 uur vinden en mijn huur betalen, snap je? Dus ook voor iedereen. Ik zou echt willen dat meer mensen, zeg maar,
voel je op die manier zouden leven, man. Want je kan op dit moment zoveel, weet toch? Op deze leeftijd, nemen, bro. Ik voel je dieren. Snap je? Op deze leven kunnen we letterlijk alles doen. Bro, je kan alles doen met wat de hek je wil, snap je? Als alles voor kop gaat, you good. Vooral in Nederland. Je hebt alles. You good, bro. Letterlijk, die 9-to-5 is plan Z. En het is gewoon nog steeds best wel een oké plan, zeg maar. Ja, maar ik voel je met die voel. Ga vol, man. Ga vol, bro. Ja, man. Daar voel ik je echt in, man. Dus ja, man. Ik loof het, man. Zo. Dan wil ik het even nog één dingetje van jou schelden. Want dit zei ik al via de app, toch? Ga je deze vraag stellen sowieso. Van, wat is... Iets wat jij, eigenlijk is het gewoon eigenlijk een vraag die ik heb, toch? Maar ik ga het zomaar doen alsof ik ook andere boys erin wil betrekken. Maar wat is gewoon jouw, jij hebt het geleefd, toch? Je carrière is nu achter je. Jij hebt gewoon die hele cyclus meegemaakt. Wat is jouw advies aan een jongen als ik en de mensen die kijken? Van, wat is het beste wat jij mee kan geven om deze journey te bewandelen en zo alles eruit te halen, zeg maar? Ja. Ik denk een van de belangrijke dingen zijn sowieso het vertrouwen dat je in jezelf hebt. En dat zeg ik omdat ik, als ik aan mezelf denk, toen de tijd, wanneer dit allemaal voor mij gebeurde. Jullie zeggen het net al, ik was, weet toch, wanneer je jong bent, heb je zoveel tijd, je toch, take risk en doe dat soort dingen, weet je wel. En dat is precies wat ik deed. Ik was 17, weet je. Ik had vroeger gedanst, maar dat deed ik nog. Weet je, en... In de stripclub. Nee. Dat was eigenlijk dope. Ik deed aan Lucia Martas. Ik weet niet of jullie dat kennen. Oh, natuurlijk. Lucia Martas. Ja. Dus dat was ook wel... Dat was ook heel erg intens. Ja. En school, weet je wel. Dus dat waren de enige twee dingen waar ik gewoon moest zorgen. Dus ik had... ik kon die... risk nemen, zeg maar. Mm-hmm. Dus ik denk sowieso in jezelf vertrouwen. En ik wou dat ik dat een beetje meer deed toen de tijd. Weet je wel, ik ben naar daar gegaan. Ik ben naar daar gegaan om American voetbal te spelen, om het gewoon mee te maken. Wanted to have that experience. Maar ik denk nu terug, als ik naar daar was gegaan met de mindset van, ik wou een scholarship krijgen en naar de NFL gaan. Like, who knows where... You know, waar ik uiteindelijk terecht was gekomen. Ik heb de NFL wel gehaald en al dat soort dingen. Maar het was toch met een andere mindset. Ook zelfs, zeg maar, eerste jaar in college. Weet je, ik ben een freshman, ik ben een redshirt. En mijn mindset was meer van, I'm happy to be here. In plaats van, er zijn senioren voor me. En ook al gaan ze misschien volgend jaar eerste ronde, tweede ronde gedraft worden. Ik wil ze dit jaar al willen, weet toch, proberen te maken. In plaats van, nee, ik wacht wel, weet je, tot volgend jaar. Want dat is the right thing to do. Want dat is wat mensen me hebben verteld, zeg maar. Van meer in jezelf geloven type of ding. Dat is één ding wat ik sowieso zou aanbevelen. Ik denk ook één ding wat belangrijk is natuurlijk. Is wanneer de opportuniteit, wanneer de opportunity op je pad komt. Dat je hem... Zeg maar, hoe is makkelijk gezegd dan gedaan, maar dat je hem wel erkent. Weet je wel, je moet bewust zijn van die opportunity en een beetje aanpakken. Want weet je toch, in onze lifetime gaan er zoveel opportunities voorbij komen. Zoveel opportunities, weet je wel. En sommige ga je aanpakken, sommige niet. Maar zorg ervoor dat je het gewoon aanpakt. En ik denk ook als je echt serieus bent om zeg maar... de top te halen in hetgeen dat je doet of de beste je bent. Ik denk er gewoon heel simpel over na. Weet je, je hebt mensen die potentie hebben en talent hebben. Maar aan het einde van de dag moet ook gewoon hard gewerkt worden, toch? Zeker. En je hebt dat ding over dat 10.000 uren voordat iemand zich een professioneel kan noemen of weet ik of wat dan ook. Ik maakte me gewoon druk, zeg maar. Ik probeerde het, weet toch, je hebt die 10.000 uren, maar ik probeerde het, zeg maar, steeds te delen in stukjes en stukjes en bite sizes, zodat ik het voor mezelf, zeg maar, vatbaar kon maken. En dat totdat ik het, zeg maar, day by day kon doen. En een van de dingen die ik vaak hoorde, bijvoorbeeld, is een, zeg maar, je kan niet succesvol zijn en om 10 uur, 11 uur uit je bed komen, bijvoorbeeld. Dus wat ik gewoon doe, is gewoon 6 uur uit bed komen of zo, weet je toch? Of half 6 misschien zelfs, weet je? Van, ik ken nog geen miljonair en toch in mijn tijd in Amerika heb ik genoeg miljonairs gesproken. Ze hebben genoeg miljonairs voor onze neus gezet om te spreken, weet je wel. En allemaal zeiden ze dat. Van, toch bijvoorbeeld vroeg opstaan, toch gewoon klaar zijn voordat je
voordat iets echt begint, de correcte review. Ze hebben allemaal dezelfde dingen gezegd. Dus waarom zou ik dat niet overnemen? Mm-hmm. Dus dat is een van die dingen, man. Dus hoe ik het zie, eerder opstaan. Als ik eerder mijn bed uitkom en ik heb, bijvoorbeeld ook al is het een training. Ik hoef niet meer in shape te zijn. Ik heb lang niet getraind. Gisteren toevallig. Ik heb keiveel spierpijn. Maar check. Maar als ik train, ik ben iemand, wanneer ik mijn bed uitkom, dan train ik zeg maar ergens, sowieso voor 8 uur moet ik mijn training al gedaan hebben of 9 uur, weet je wel. Want waarom tegen 8 en 9 uur is wanneer normale mensen naar werk gaan en dan pas beginnen. Dus tegen de tijd dat jij bij werk aankomt, heb ik al getraind, ik heb mijn ontbijt al gegeten, shit, ik heb mijn bed opgemaakt, al dat shit. Dus dat alleen al geeft mij die sense of accomplishment van, ik is mijn eigen cheat code. Je weet toch, voor jou is die dag net begonnen, 24 uur, maar mijn 24 uur is net iets langer dan jouw 24 uur. Waardoor ik nu sneller naar die 10.000 uren kan komen, eerder dan die 10.000 uren kan komen dan jij, zeg maar. Dat was zeg maar een beetje mijn mindset. Klinkt raar. Maar zo ging ik letterlijk day by day voor mezelf, zeg maar, in pieces maken. Dus ik keek naar bijvoorbeeld mijn roommate. Hoe laat gaat hij naar bed? Weet toch, wie gaat meer slaap pakken? Ik was een beetje raar, maar weet toch, oké. Als ik meer slaap dan hem pak, weet toch, dan kan ik geen excuses voor mezelf maken van, want hij heeft minder dan mij geslapen en hij doet het. Dus shit, I gotta do it too. De receivers, ze kijken film. Hoeveel film hebben ze gekeken? Misschien tussen 1 en 2 uur kijken op film. Shit, dan ben ik er misschien om 15:15. Weet je wel, doe ik mijn ding. Wanneer hun om, dan heb ik 15 of 30 minuten eerder op ze gepakt. Het klinkt klein, maar die kleine dingen stellen. En vooral nummer 1 ding, vooral met sporters, is bijvoorbeeld warm-up. Weet toch, wanneer ga je naar buiten om je warm-up te doen? Want ik deed mijn warm-up voor de warm-up. Begrijp wat ik bedoel? Ik deed mijn warm-up voor de warm-up. Want ik was ready. Dat is gewoon wat een professional doet, zeg maar. En zo zie je ook het verschil, man. Want je kent het. Iedereen heeft die boys die gewoon net als een cheetah gewoon kunnen opstaan en gelijk kunnen dashen. No, ik moet mezelf klaarmaken. Ik zeg je luid. Ja. Ik moet mezelf klaarmaken. Mijn body moet warm zijn voordat ik kan sprinten, explosief kan zijn. Dus het is zeg maar vooral op die tijd dinges, de opportuniteiten die je hebt. En ja, het is gewoon gaan, man. Ja, ik wilde lang geloven dat ik net als een cheetah was, man. Ik gewoon opstaan. Ja, opstaan en sprinten. Maar ja, ik heb wel echt gemerkt. Zo, ik had een keer, dat was ja, even snel. Ik had een keer had ik een camp en daar rende ik een 4-8. Dus was, maar ik was gewoon opstaan. Ik was er, pap. Ja. Letterlijk 2 dagen later, ik stretch, ik doe mijn ding, ik doe alles. Je toch? Ik ben echt zeker 2 uur voordat het kamp überhaupt begon, was ik daar al warm aan het lopen, ballen catchen. Ik kreeg een 40, ineens 4-4. Ja. Van zo'n verschil dat je ineens denkt van, ik ben niet zo'n freak athlete. Ja. Je moet ook realistisch met jezelf zijn, toch? Van, ik kan een freak athlete zijn wanneer ik die dingen juist doe. Zeker. Ja. Ik denk dat heel veel mensen het hebben. En dan like, het laatste ding voor gewoon, als het gaat om, echt om atleten, is like, take care of your body. Weet je toch? It's your livelihood. It is your business. Jij weet hoe je lichaam voelt. Weet je? Zorg voor jezelf. Wees streng voor jezelf ook. Weet je toch? Maar op een goede manier. En maar uiteindelijk wanneer de wielen eraf rollen, weet je? Dan iemand moet gepaid krijgen. En weet je toch? Als jij het niet kan doen, gaan ze iemand anders vinden. Dus ja, zorg ervoor dat je lichaam altijd boem is. Ja, man. Ja, man. En ik vind het heel hard, man. Dankjewel. Ik vond deze podcast heel leuk, man. Ik vond het heel leuk om jullie jou te ontmoeten. Ik vond het heel leuk om jou weer te zien. Dus ik waardeer jullie heel erg dat jullie vandaag zijn gekomen. Ook naar de mensen thuis die kijken of luisteren. Dankjewel dat je luistert. Dankjewel dat je kijkt. Ik hoop dat je wat geleerd hebt van deze podcast. Dat is altijd mijn doel. Dat ik gewoon de mensen thuis inspireer om hun doelen te halen. En dat deze leuke gasten blijven volgen. Charles de Boldewijn. Rijdel de Prezo. En Casey Acedo. Dank jullie wel dat jullie waren. Check ze. Volg ze op Instagram. Die ads en zo komen hieronder te staan. Heel toch? En dank je wel dat je luistert. Dank je wel dat je kijkt. En dit was de Kenny en Podcast voor vandaag, man. Dank je wel. Sure. Dope. Leuk, man. That's a rap. That's a rap.